Goedenavond, dames en heren, hier in de raadzaal, van harte welkom. Mensen van de schrijvende pers, welkom. Mensen op de publieke tribune, welkom. Mensen die thuis met ons meeluisteren, welkom. En laten we met elkaar er een interessante en goede vergadering van maken. Dat wens ik u toe. Verder heb ik afmeldingen ontvangen van de heer Hof van Gemeentebelangen en mevrouw Ramerman van het CDA. En de heer Jutten van Gemeentebelangen, die is nog onderweg vanuit het westen hier naartoe, die schuift later aan. Dan hebben we punt 1 van de agenda gehad en dan gaan we verder met punt 2. Er hebben zich twee mensen aangemeld, beide sprekers over agenda punt 4, Centrumvisie Dorp aan de Vecht, de heer Senderink en mevrouw Te Woerd namens de werkgroep Typisch Dalsen. De heer Senderink, mag ik u als eerste het woord geven? U had zich verdekt opgesteld achter de spreekgestoelte. Dank u wel. 5 minuten, maar dat heb ik u ook al verteld. En na de tijd mag u even blijven staan als er nog eventueel vragen zijn. Aan u het woord. Hartelijk dank voor de geboden mogelijkheid om in te spreken vanuit een andere kern. Ik citeer even uit... Wilt u uw knopje even aandrukken? Dat heb ik gedaan. Ik citeer uit de centrumvisie. De centrumvisie is het eerste streefbeeld van het toekomstige centrum van Dalsen. Een visie op hoofdlijnen. Een ideaal beeld voor de toekomst zonder realiteit uit ogen te verliezen. Prachtige volzinnen, maar ik mis juist in het digitale tijdperk de realiteit in deze centrumvisie. Uit de publicatie van het planbureau voor de leefomgeving blijkt dat de gemeente Dalsen de leegstand in het winkelcentrumgebied al op 7,5% heeft. Peildatum april 2017. Het thema consequentie digitale tijdperk zou een apart thema moeten zijn in de centrumvisie. De winkelleegstand zal ook in Dalsen grotere vormen gaan aannemen, ben ik van overtuigd. Nergens in de centrumvisie worden bijvoorbeeld 3 scenario's uitgewerkt van bijvoorbeeld 10% leegstand, 15% leegstand, 20 is wel heel extreem misschien, maar ik hoop dat we ervoor bewaard blijven. Daar wordt echt gemist in de centrumvisie. Deze leegstand heeft... niet alleen economische consequenties, maar ook ruimtelijke aspecten. Hoe zou men met deze leegstand tot een nieuw compact centrum kunnen komen? Ik vind het een ruimtelijk ordeningsafweging hoe een winkelgebied er zou komen uit te zien. Dus het verhaal is een beetje in de reactie van de ondernemers gaan het bepalen. Ik vind dat juist de raad dat moet bepalen en de bevolking. Ik volg met citaten uit de centrumvisie. 2 scenario's uit de participatie hier gebeuren. Gasvrij in alle rust gericht op de toekomst. Compact Dalsen. Het kernwinkelgebied is compact. Herkenbaar en hoogwaardig ingericht. Ik mis hier een kwaliteitsbenadering betreffende het kernwinkelgebied. In het huidige kernwinkelgebied zit heel veel dienstverlenende bedrijvigheid. En zelfs een showroom van een autogarage. Deze bedrijven verhogen de aantrekkelijkheid van een kernwinkelgebied niet. Niemand komt winkelen voor een makelaar of voor de verzekeraar. Nog minder passend is een autobedrijf. Dat is historisch zo gegroeid, dat snap ik. Maar het is een visie voor 25 jaar. Dus ik vind dat we na moeten denken dat we een kernwinkelgebied krijgen met inderdaad, wat jullie ook zeggen, speciaal zaken, boutiquejes. En eigenlijk op termijn zou je deze functies uit moeten faceren. Die horen niet thuis, dan krijg je door je winkelstraat. Ik schrok afgelopen vrijdagavond, denk ik, laat me een beetje alert zijn. Vrijdagavond vrijgevraagd, bij wijze van spreken mevrouw. Ik ga winkelen in Dalsen. Ik schrok afgelopen vrijdagavond in het kernwinkelgebied in Dalsen. Aan de kant van het restaurant de 7 Deugden waren al van de 5 bedrijfspanden, dus aan die kant van de, waren er al 4 gesloten om 7 uur. Dus van 7 tot 9 was er helemaal een zwarte wand met 1 winkeltje. Dat eenzame winkeltje, Mokka Café. Wij missen nog kans die man lekkere koffie schenkt uit de langsgaat, maar alles wel een treurig geheel. Dat geldt ook voor de winkels naast dienstverlenende bedrijven. Het kernwinkelgebied in Dalsen is nu al een gatenkaas. De hoogwaardigheid is verder zoeken
Om 9:15 ben ik alleen over en met wie denkt u, met wie nog meer? Wat een triest beeld. Ik las dat het idee van typisch Dalfsen, dat u het idee van typisch Dalfsen heeft overgenomen om rondom de monumentale grote kerk er een bruisend hart van te maken. Ik snap hier niets van. Het nieuwe restaurant aan de Vecht is nu alweer gesloten in de Witte Villa. Ik zou dus echt kiezen voor een bruisend vechtfront en juist rondom de grote kerk te kiezen voor rust en cultuur. Een cultuurplein om stil van te worden. Met kunstproductie, kunstgalerieën, mobiel podium in de openluik voor muziekensembles. Bij slecht weer zou de grote kerk een prima cultureel podium kunnen zijn om dat aan te bieden. Ook archeologie en de oud-uitkundige Kamer Dalfsen in beeld brengen, ruimte voor kleinschalige tentoonstellingen in de overkant. Op dit onderdeel gaat het helemaal fout met het advies van typisch Dalfsen. Als er op vrijdagavond om 9:00 maar 1 tafel, op vrijdagavond uitgaansavond bij uitstek, 1 tafel bezetten met de 7 deugden en de Witte Villa zit nu al dicht, dan is hun advies. Meneer Sennelijk, u hebt nog een half minuut. Oké, ik ben er doorheen. Blijkbaar is het ook totaal niet onderzocht wat zij. Tenminste, ik heb bij het stuk niet aangetroffen dat er een onderzoek is van typisch Dalfsen of er meer ruimte is voor horeca. Mijn laatste punt, alhoewel ik niet katholiek ben, doe ik toch een aanbeveling over het parkeerterrein bij de kerk. In de visie staat er een groene uitstraling moet komen en woningbouw. Ik zou u adviseren om de kerk niet achter woningbouw weg te zetten, maar de kerk een groen en fris jasje te geven. De architectuur van de kerk is veel mooier dan die van de huidige woningbouw, die daar niet bij in de schaduw kan staan. Hou de katholieke kerk stedenbekund als een markant gebouw met entree van Dalfsen. Het is een prachtig gebouw vergeleken met architectuur in de directe omgeving. Bijvoorbeeld het vreselijk lelijke Exingebouw. Dank u wel. Dank u wel, meneer Zenderink. Blijf nog even staan. Is er vanuit de commissie nog vragen voor meneer Zenderink? Ik zie geen rode lampjes. Was uw betoog duidelijk? Dank u wel. Ik ga het nog even aanzetten. Meneer Raamaker, sorry. Bedankt voor uw betoog. We hebben er een werkgroep bij, typisch Nieuw-Leuze. Dus maar in ieder geval bedankt voor uw aanbevelingen. Het was een helder verhaal en wij gaan het meenemen in onze fractie. Nee, maar 80% van de typisch dansende voorstellen heb ik geen enkel probleem meer, zelfs waardering voor. Maar ik vind één onderdeel niet goed bekeken. Dat ben ik echt van mening. Het heeft niks met typisch Nieuw-Leuze te maken, typisch Zenderink. Nee, dat klopt. Dat is eigen titel. Maar in ieder geval bedankt, want typisch Dalfsen heeft goede ideeën. En uw ideeën nemen we ook mee in deze visie. Dank u wel, meneer Raamaker. Dank u wel, meneer Zenderink. Mevrouw Te Voert, mag ik u het woord geven? Voor u ook 5 minuten. Ja, dat klopt. Na de tijd even blijven voor de vragen. Geachte voorzitter, geachte leden van deze raadscommissie. Ik zal toch mijn bril maar opzetten. Namens plaatselijk belang door Dalfsen, ondernemend Dalfsen, vrienden van Dalfsen, historisch kring Dalfsen en het college van kerkrentmeesters van de PKN sta ik hier. Genoemde organisaties hebben zich verenigd in de werkgroep typisch Dalfsen. Al vanaf 2012 is deze werkgroep bezig aandacht te vragen voor het versterken van de kwaliteiten van het bestaande centrum, ook in relatie tot de realisatie van het waterfront. Sinds enkele jaren is ook het college van kerkrentmeesters aangehaakt, omdat zij te maken heeft met dringend noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Dit college is bereid om hierbij eventueel mee te werken aan gewenste toekomstige ontwikkelingen op het kerkplein. In de afgelopen jaren heeft de werkgroep regelmatig ideeën aangeleverd bij de gemeente, meegedacht en de nodige vragen gesteld. We zijn dan ook blij dat deze visie er nu eindelijk ligt. De werkgroep typisch Dalfsen complimenteert de gemeente met de visie, zoals deze er nu ligt. De complimenten betreffen vooral ook het proces dat tot dit document heeft geleid. Ook typisch Dalfsen heeft diverse malen gebruik gemaakt van de mogelijkheden om haar mening te geven. U heeft daar kennis van kunnen nemen met als laatste de ingediende zienswijze. Veel vinden we terug in de visie, een aantal zaken ook niet. Een paar punten wil de werkgroep vanaf deze plaats nog benoemen, in de verwachting dat u deze mogelijk mee gaat nemen in uw meningsvorming.
Typisch Dalfsen kan zich helemaal vinden in de doelstelling voor het centrum van Dalfsen en het gekozen scenario. Hoe deze doelstelling en dit scenario verwezenlijk gaan worden, dat kan nog veel kanten op. De ambitie van deze visie had wat typisch Dalfsen betreft best groter mogen zijn en sterker verwoord. Waarin wil Dalfsen onderscheidend zijn ten opzichte van andere kernen? Hoe kunnen huidige kwaliteiten en het gewenste DNA worden versterkt? Hoe kunnen centrumvisie en detailhandelsstructuurvisie elkaar versterken? Aan welke punten moet je dan tenminste vast blijven houden? Dit had voor de werkgroep sterker gemogen. Wij vragen ons ook af in hoeverre de visie bij belangrijke projecten daadwerkelijk een leidraad is, een kader. De ervaring zal dit moeten leren. De hoop van typisch Dalfsen is gevestigd op de uitwerking van de visie. Een gemiste kans in deze visie is dat de resultaten van parkeer- en verkeersonderzoeken niet tijdig beschikbaar waren en dus ook niet verwerkt. Een onderwerp dat heel bepalend kan zijn voor de uitstraling van het centrum en een onderwerp dat veel aanleiding tot discussie geeft. Typisch Dalfsen hoopt erop en verwacht dat dit in de concrete uitwerking goed kan komen en wilde hier graag bij betrokken worden. Voor deze concrete uitwerking is een aantal belangrijke projecten onderscheiden, zoals het Kerkplein, waarvoor typisch Dalfsen inmiddels de nodige ideeën heeft aangedragen, de oostelijke Vechtkade, inclusief het Van Bruggeplein, inclusief de brug en de aansluiting van het waterfront met het oude centrum, entree- en parkeerplaats Molendijk, inclusief aangrenzende rondweg, gebied rond de Rooms-Katholieke Kerk en natuurlijk het parkeer- en verkeersstromenbeleid en de uitvoering daarvan. Dit zijn de projecten die uiteindelijk gaan bepalen hoe het centrum van Dalfsen kan en gaat functioneren en welke uitstraling het gaat krijgen. De werkgroep typisch Dalfsen zou heel graag zien dat tempo gemaakt wordt met deze projecten, dat voor deze belangrijke projecten stedenbouwkundige visies worden opgesteld, waarbij de verschillende belangen integraal worden afgewogen, waarbij de projecten met elkaar samenhangen en elkaar versterken, waarbij de plannen tot stand komen via open planprocessen, waarbij niet alleen direct belanghebbenden, maar ook indirect belanghebbenden worden betrokken. En dan vooral aan het begin van het proces, niet pas als alles in kannen en kruiken is. En nogmaals, typisch Dalfsen wil hier ook graag in betrokken worden en is bereid mee te denken en mee te werken. Wij zien in de visie niet terug dat dit voor alle genoemde projecten vanzelfsprekend is. Graag horen wij hierover uw mening. Dank u wel, mevrouw Ter Woerdt. Zijn er commissieleden die na dit duidelijke verhaal nog vragen hebben voor mevrouw Ter Woerdt? Kijk even rond. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. U gaf aan de parkeerbehoefte of dat onderzoek, dat was nog niet geweest. Maar u heeft dat aangegeven ook bij de wethouder en het college. En wat was daarop het antwoord van het college? Daar ben ik wel even benieuwd naar. Dat is de vraag aan mij? Nou, bij ons weten zijn er nog geen resultaten bekend. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Mevrouw Ter Woerdt, u geeft op een tweetal momenten aan dat u eigenlijk aandringt op, hoe zal ik het zeggen, tempo. Dat is het woord wat u gebruikte volgens mij. Wat maakt dat u dat zo stellig vraagt? Ik bedoel, wat is het knelpunt waarvan u zegt van dat moet met tempo worden opgelost? Nou, misschien wat de vorige inspreker ook al aangaf. Als je de kwaliteit van het centrum niet op korte termijn omhoog weet te brengen, dan kan het heel hard gaan. Kijk nog even verder rond. Nee. Dank u wel, mevrouw Ter Woerdt. Dan gaan we het straks behandelen. Daarmee hebben we agenda punt 2 afgehandeld en gaan we verder met agenda punt 3, vaststelling agenda. Ik stel voor de agenda te behandelen zoals die voor ligt. Iedereen het daarmee eens? Ja, dan sluit ik dit agendapunt ook bijna af met te vermelden dat de heer Jutten aangeschoven is inmiddels in de vergadering. En komen we bij agendapunt 4. Centrumvisie, dorp aan de Vecht, verantwoordelijk wethouder de heer Van Leeuwen, ambtelijke ondersteuning van de heer Van der Ploeg. Dit agendapunt is voorbereidend besluitvormend. Nadat de Raad de kaders heeft bepaald voor de uitwerking van de centrumvisie, is het document twee keer tussentijds in de Raad besproken en zijn tussenstappen besloten.
Het ontwerp van een centrumfusie heeft ter inzage gelegen waarbij zienswijzen kenbaar konden worden gemaakt. Er zijn twee zienswijzes ingediend. Samen met de inbreng vanuit de raadscommissie in mei dit jaar is een nota van zienswijzen en wijzigingen opgesteld met voorstellen voor de definitieve tekst van de vast te stellen centrumvisie. De definitieve centrumvisie zal daarmee conform worden aangepast. Ik heb al gezegd twee rondes. Informatief, opinierend, wie mag ik in de vragenronde als eerste het woord geven? Meneer Kouwen van het CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Drietal vragen vanuit het CDA. Net als de werkgroep Typisch Dalfsen zijn wij benieuwd hoe het verder gaat met de centrumvisie, als we hem vaststellen. We lezen dat de raad wordt geconsulteerd. Maar wat betekent dit concreet? Wordt het uitvoeringsprogramma in de raad behandeld of krijgen we de informatie toegestuurd of wordt het op een andere wijze behandeld? Tweede vraag, op welke termijn verwacht u dit uitvoeringsprogramma klaar te hebben? En derde vraag, ben ik ook wel benieuwd, eigenlijk net als de werkgroep, naar de prioritering. Heeft de wethouder stiekem al een prioritering voor de uitvoeringen in gedachten? En kan u die met ons delen? Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Dank u, voorzitter. Nou, in de vorige vergadering die we hebben gehad hier, toen waren er nog wat ook vragen bij ondernemers en Typisch Dalfsen en andere mensen die hadden ingesproken. En ik ben even benieuwd hoe dat gesprek is verlopen, ook naar aanleiding nu van wat ik net heb gehoord over het parkeren. Waarom is dat onderzoek niet op tafel gekomen? Want er zat toch nu wel een dik half jaar tussen. Misschien kunt u daar iets meer over zeggen. En ja, zijn er nog andere afwijzingen geweest waarop het college zegt van nou, dat gaat niet gebeuren en die wensen die zijn er wel geweest, die we nu niet gezien hebben. Zijn er nog verrassingen? Dat zijn de twee vragen. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. We hebben een aantal vragen. De eerste is al gesteld door de heer Kouwen van CDA over het consulteren versus het bevoegd gezag zijn als gemeenteraad. Hoe zit dat nou precies in het vervolg? Is er al iets meer te zeggen over de gesprekken met het waterschap? Dat is natuurlijk een vrij cruciale partij in dit het gebeuren rondom de brug. Dan staat er op pagina 13, op de locatie Molendijk is ruimte voor inbreiding. Dit vormt een integrale opgave van nieuwbouw, supermarkt, front, parkeerplek en dorpsentree. Wat wordt hier nou bedoeld met supermarktfront? Welke mogelijkheden geeft het dan aan supermarkten om hier te ontwikkelen? En hier staat dan vervolgens het wonen niet meer bij. Is dat een bewuste keuze? Want elders wordt er weer gesproken over toch nieuwbouw bij de inbreiding voor bijvoorbeeld starters, voor jongeren, etc. Dan twee vragen over de financiën. Is er voor het maken van de concrete plannen die hierna volgen geen budget nodig? Want u zegt wel van, dat u dat gaat doen, maar u vraagt gaf geen krediet voor aan. En twee, hoe en wanneer krijgt de raad dan zicht op de achterliggende financiële consequenties? Dat zijn onze vragen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ik heb nog drie vragen. Als eerste even een heel klein vraag. Ik zie dat bij de passage over parkeren, heeft u het over bijvoorbeeld ook eventueel kansen te onderzoeken van parkeren bij stationsgebied? Dan ben ik even benieuwd, is het stationsgebied nou ook straks een parkeerzone om in het centrum te komen? De andere gaat over de horeca. Ik zie in het stuk staan, heeft u het over pop-up horeca. En nou ben ik even benieuwd wat u daar precies mee bedoelt. En hoe verhoudt pop-up horeca zich tot de drank- en horecavergunningen? Stel je voor dat je ergens een leegstaand pand hebt en je wil daar een pop-up horeca gaan beginnen. Volgens mijn interpretatie dat je daar dan gaat zitten met een café of iets dergelijks. Of een coffeeshop, ja. Hoe verhoudt zich dat tot de drank- en horecavergunningen?
En even aansluitend op de vraag van de ChristenUnie over het supermarktfront. Dat vraag ik me dan ook even af als ik dat zo beluister. Hoe past de Aldi dan nog in dit verhaal? Want wij horen geluiden, en ik weet niet, zult u vast zelf ook wel gehoord hebben, dat de Aldi misschien wel weg wil. En hoe gaat dat passen in deze centrumvisie? Tot zover onze vragen. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Wildvang, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel. Nou, een heleboel vragen zijn al gesteld, dus die laat ik maar even voor wat het is. Ik heb er nog eentje over. Die moet ik ietsjes inleiden. Want u zegt bijna niets over de verlegging van Vechthoevenbrug rondweg. En toen ik de bijeenkomst van mei daar ook nog eens nakeek, toen zei u, wethouder, zei u daarover wel iets. Namelijk dat er over gesproken is of wordt, maar dat het allemaal nog niet zo concreet is. En dat begreep ik toen heel goed. De vraag is echter of het nou zo nodig is dat het allemaal al concreet is bij het vaststellen van een visie. Waarom is dit onderwerp niet meer expliciet terechtgekomen in dit definitieve stuk? Want het is uiteindelijk een visie. En tussen visie en realisatie zitten dan wel wetten en praktische bezwaren. Maar u zou toch die visie kunnen uitspreken. Niet in woorden als, en dat staat er letterlijk, kan ook gekeken worden naar. Waarom staat er niet, zal ook gekeken worden naar? Dat vind ik al iets steviger. En dus mijn vraag, waarom wordt brug en de oostelijke Vechthoeven niet bekeken vanuit de visie, maar eigenlijk alleen maar vanuit het hoogwaterbeschermingsplan? Dank u wel, meneer Wildvang. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik ben vooral eigenlijk wat hoog over geïnteresseerd. Er is al eerder gevraagd naar prioriteiten. En in het stuk worden er 4 belangrijke opgaven genoemd. En nou is mijn vraag eigenlijk van, heeft het college al een idee waar het grootste probleem ligt? Waar het kleinste probleem ligt? Wat men het eerste wil gaan aanpakken? En in welke volgorde ongeveer? En het tweede is, heeft men al een idee wat het gaat kosten? Ongeveer. En dan kunnen we denk ik misschien kijken of dat het zinvol is om een goed plan te maken. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Dan hebben alle partijen hun vragen kunnen stellen aan de wethouder. Aan u de eer om ze te beantwoorden, meneer Van Leeuwen. Ja, met hulp van mijn buurman, als het mag, voorzitter. Er wordt gevraagd door de heer Kouwen. En dat wordt ondersteund door de ChristenUnie. Benieuwd naar de centrumvisie uitwerking. Dat gaat via een consultatie. Gaan we dat dan op het RIS vinden? Nee, dat gaat u niet op het RIS vinden. Dat gaat hier in de Raad terugkomen. En daar wil ik graag met u over in gesprek en uw mening horen. Wanneer? Dat is een vraag die ik niet direct durf te beantwoorden. Ik weet niet of het in de jaarplanning is opgenomen. Bij juni volgens mij. Ik durf het bijna niet te zeggen. Er wordt gezegd juni volgend jaar. Dus als u nu op september rekent, dan komt het goed. Is er stiekem al prioritering? Nou, er is helemaal niks stiekems aan. Want wij hebben niet voor niets als college in de raad gebracht het verzoek om akkoord te kunnen gaan met een deel van realiseren van parkeren als we de sporthal Molendijk gaan afbreken ten gunste van de Aldi. Wij denken, maar luister goed naar wat ik zeg, denken dat de oostelijke toegang voor Dalfsen, dat een hoge prioriteit zou moeten hebben. Gemeentebelangen. Gesprek met de ondernemers, is dat geweest? Ja, dat is geweest. Dat is uitdrukkelijk is dat geweest. En daarin hebben we, meneer Wildvang, het ook gehad over de brug. En de betekenis van de brug voor ondernemend Dalfsen. Inderdaad heeft u terecht geconstateerd dat wij het op dit moment alleen aangevlogen zijn vanuit het hoogwaterbeschermingsprogramma. En dat heeft vooral te maken met de te verwachten extreem hoge kosten.
Wij zouden daar van alles over kunnen zeggen. En er is ook wel iets over geschreven in de centrumvisie over een groene oever. Maar ieder plan wat Dallassen zou ontwikkelen, daarvan wordt er meteen aan de kassa bel getrokken. Dus vandaar dat we daar enigszins prudent mee om zijn gegaan. Parkeerbehoefteonderzoek is niet meegenomen. De gegevens waren daar te laat van binnen. Daar wordt nu nog een uitwerking aangegeven. En er was mij veel aangelegen om toch de centrumvisie voor het einde van het jaar in de raad te hebben. Want we zouden het eigenlijk een jaar geleden al met elkaar hierover hebben. Dus dat is de reden waarom we het er nu over hebben. En de resultaten van het parkeerbehoefteonderzoek zullen natuurlijk en vanzelfsprekend meegenomen worden als wij de deelplannen gaan realiseren. Ook richting zeg maar de wethouder, eerste vragen beantwoorden, dan is het eventueel mogelijkheid om er verder op te reageren. Ja, maar die heeft hier direct betrekking op misschien. Ja, maar dat doen we na beantwoording van de vragen. ChristenUnie, gesprekken met het waterschap, kunt u daar iets over zeggen? Er is vorige week contact geweest, de heer Van der Ploeg is daar onder andere geweest. Of die is daar geweest, die kan daar misschien iets over zeggen. Wat ik begrepen heb is, en dat is meteen een antwoord aan de heer Rooijakkers. Het grootste probleem, het grootste knelpunt is de brug. Want die is afgekeurd voor het hoogwaterbeschermingsprogramma. Die voldoet niet. En dat gaat een interessante puzzel worden. Verder, het supermarktfront. Misschien dat meneer Van der Ploeg daar zometeen even iets over mag zeggen, voorzitter. Financiën, het maken van de concrete plannen. Ja, op het moment dat we die uitwerking gaan doen, weten we natuurlijk ook veel meer over wat het gaat kosten of wat het oplevert, want we zijn ook opbrengsten. Ik durf dat op dit moment echt nog niet in te schatten, maar dat moet betrokken worden bij de uitwerking van de plannen. En dan zal er ook een financiële paragraaf bij zitten en eventueel budget worden aangevraagd. Ik stel me dus zo voor dat bij een uitwerking waar ik het net over had, de oostelijke entree, dat daar een heel duidelijk financieel kader bij komt. En dat wij daar kunnen aangeven, nou, bij dit plan, bij deze visie, stedenbouwkundige visie, zijn dat de financiële consequenties. Parkeerkansenonderzoek bij een station. Ja, dat klinkt misschien gek, meneer Veldhuis, maar er zijn af en toe zijn er grotere of kleinere evenementen. Afgelopen zaterdag was er nog een hele leuke. En dan zie je toch dat mensen inderdaad wel degelijk gebruik maken van de parkeermogelijkheden aan die kant. En die zouden we niet graag willen laten liggen. Maar dan moet u dus echt denken aan wat grotere evenementen. Pop-up horeca. En hoe verhoudt zich dit tot de drank- en horecavergunningen? Ik zou het niet weten, maar misschien dat de heer Van der Ploeg daar wat vanaf weet. En hoe past de Aldi in het hele verhaal? Op dit moment, Aldi heeft... we hebben een aantal gesprekken gevoerd, collega Agricola en ik, de afgelopen 2 jaar met de ondernemers. Daar zijn allerlei opties de revue gepasseerd. En de laatste uitwerking van de Aldi, die was dermate, nou laat ik gewoon het woord groot gebruiken, dat wij als college hebben gezegd dat is onverantwoord. Bovendien zijn er dan vanuit de Aldi ook nog allemaal aanvullende eisen en wensen. Er mag bijvoorbeeld niet naast of boven gewoond worden. En dat wordt het toch wel heel moeilijk om het dan in te passen. Het dreigement om weg te gaan, ja, iedereen zegt wel eens wat als die wat gespannen is. Hè? Geen woorden over de brug verleggen, meneer Wildvang, nee, dat klopt. Die hebben wij bewust niet gedaan. Enerzijds na overleg met een vertegenwoordiging van de ondernemers, die daar
absoluut niet vrolijk van worden. En anderzijds, omdat wij ook eigenlijk helemaal geen eigenaar zijn van die brug, hè, dat is de provincie. En die gesprekken, nou, vorige week is er dan een eerste verkenning geweest over wat zijn de problemen in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Die uitwerking die gaat nu de komende jaren volgen. En ik begrijp dat wij willen proberen om samen met het waterschap. Het staat nu op de planning voor 2024 om dat naar voren te halen. Omdat we daar aankoppelkansen zien. Deze 60 grootste probleem heb ik u genoemd. Het kleinste, ja, dat is gevaarlijk om iets als een klein probleem te gaan betitelen. Vind ik lastig. Vind ik heel lastig. Want het grootste probleem, dat is mij wel helder. Dat ligt hier bij de brug, de aansluiting op de vechtkade, et cetera. Het kleinste kan ik nu op dit moment niet benoemen. En u vraagt altijd aan mij, wat gaat het ongeveer kosten? Ik heb dat antwoord al gegeven aan de heer Nijkamp. Dat gaan we echt per deelproject oppakken. En dat is ook afhankelijk van hoe je dat uitwerkt. Hè? Want stel je nou eens voor dat we bij de locatie Gruthuske, dat we daar al dan niet samen met de Rooms-Katholieke Kerk of Rozengaarde overgaan tot het realiseren van woningen. Wat een goede mogelijkheid zou kunnen zijn. Nou, dan lijkt dat een klein probleem, maar ik ken de bezwarenprocedures nog niet, meneer Royakkers. Maar daar zit een mooi verdienmodel. En als je dat aan elkaar kunt koppelen, dan zou je op een andere plek weer wat kunnen toegeven. Dus dat nu een overal kostenplaatje kan ik u niet geven. Dat u dat wilt hebben, begrijp ik. En ik wil ook wel proberen of wij dat ambtelijk met allemaal mitsen en maren, slagen om de arm, enigszins inzichtelijk kunnen gaan maken. Maar dat is niet een eenvoudige opgave. Dat was het even wat mij betreft, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Leeuw. Meneer Van der Ploeg, ja, twee vragen die nog beantwoord moeten worden door de heer Van der Ploeg. Dank u wel, voorzitter. Twee vragen. Eentje over het supermarktfront aan de kant van de Molendijk. Nou, dat is feitelijk vanuit de huidige situatie geredeneerd. Er zaten een Lidl-supermarkt en een Jumbo-supermarkt. Maar goed, wat je ziet als front, daar kun je discussie over hebben aan welke zijde dat is. Maar we redeneren even vanuit de huidige situatie. Waarbij de vrijheid bestaat binnen het bestemmingsplan dat ondernemers eventueel de winkel om kunnen draaien. Maar daar is geen sprake van. En in elk geval niet op dit moment voor zover ik weet. Dus dat kunt u eigenlijk zien als de huidige situatie. De tweede vraag over de bijeenkomst van het waterschap. Er spelen eigenlijk een tweetal zaken. Dat is het hoogwaterbeschermingsprogramma. Dus dat het waterschap moet voldoen aan hoogwaternormen van het Rijk. Waarbij een toetsing heeft plaatsgevonden van de brug in Dalfsen en de noordelijke en de zuidelijke vechtdijken. En die zijn in Dalfsen voor 93% afgekeurd. Dus dat betekent dat alle dijken aangepakt moeten worden. En dat er mogelijk ook iets met de brug moet gebeuren. Nou, dat is een vraagstuk op zichzelf. Wat jaren gaat duren en ook waar vele miljoenen vanuit het Rijk mee gemoeid zijn. Nou, daar worden ook gemeentes gelukkig door het waterschap goed in betrokken. Nou, dat is iets waar wij als Dalfsen ook iets van zullen moeten vinden. Nou, goed, dat is een proces op zichzelf. Waar u als raad uiteraard ook bij betrokken wordt te zijn in de tijd. Een ander vraagstuk wat daar parallel aan loopt, dat is het project overstijgende verkenning van de vecht. Dus dat eigenlijk het Rijk zegt van je mag een alternatief bedenken voor dijkophoging. Samen met de partners in het gebied, provincie, waterschappen, gemeentes, etc. Wat dan voor dezelfde kosten is, of dat je zelf voor meerdere dekking moet zorgen. En dat is ook nu opgestart door het waterschap, om te kijken van liggen er ook nog andere kansen in het gebied van het Vechtdal. En dan heb je het ook over de toekomst van het programma Ruimte voor de Vecht. Ik hoop dat het duidelijk is. Dan blijft er nog één vraag over, meneer Van der Ploeg, die de wethouder nog aan u doorgespeeld had. Dat was van de VVD, de pop-up en de vergunning. Excuus, ik zeg hem nog staan, ja.
Wat betreft pop-up-horeca is het in eerste instantie zo dat het moet voldoen aan het bestemmingsplan. Dus mocht er op het kerkplein pop-up-horeca ontstaan, bijvoorbeeld op het plein zelf, dan zal dat bestemmingsplan daarop aangepast moeten worden. Wat betreft horecavergunningen is het zo dat pop-up-horeca dat ook vergunningsplichtig is. Dat moet aan dezelfde eisen voldoen. Waarbij ik weet dat er onderscheid is tussen alcohol, of alcohol geschonken wordt of niet. Dus als er wel alcohol geschonken wordt, moet het aan dezelfde zware toetsing voldoen. En zo niet, dan is dat lichtere toetsing. Maar het is gelijke monniken, gelijke kappen met de bestaande horeca. Dank u wel, meneer Van der Ploeg. Dan zijn volgens mij op één vraag na alle vragen beantwoord. En die vraag was nog van meneer Raarmaker. Zijn er afwijzingen geweest, maar u wou ook nog even reageren op een antwoord van de wethouder, dus dat kunt u mooi in één keer doen. Nou, die toezegging wil ik graag ontlokken dat u straks met het parkeerbehoefteplan zeg maar, weer richting typisch Dalsen gaat, dat we dan toch nog dat plan ter inzage krijgen en ook even over mee kunnen praten. En of wordt die nou zo vastgesteld en hij wordt niet teruggekoppeld? Dat is even de vraag. Nou, hij wordt nog niet vastgesteld, want ze zijn hem nog in de diepte aan het uitwerken wat er voor consequenties achterweg komen. Dat heeft, in elk geval gaan we dat bespreken met de ondernemers. Want ik denk dat die er heel veel belang bij hebben. Dus dat is punt 1. Typisch Dalfsen, natuurlijk, het is een openbaar rapport, dus waarom niet? En we zullen het moeten betrekken als college en als raad bij de uitwerking van de verschillende deelgebieden. Want het parkeren is in Dalfsen een groot goed. En we moeten er wel voor zorgen dat er voldoende parkeergelegenheid is. Wil je ook je winkels levendig houden? Daar ben ik van overtuigd. Dus in die zin zeg ik u dat toe. U wilt dan reageren, meneer Raamaker? Nou, daar zijn we blij mee. En ik had ook nog een vraag gesteld. Komen er nog meer verrassingen die we niet verwachten? Ik hoop heel veel, maar ja, wat bedoelt u precies met verrassingen? Kunt u dat aangeven? Nou, kijk, nu lijkt het een behoorlijk goed gedragen plan met typisch Dalsen en alle ondernemers en iedereen daarbij betrokken. Maar vaak is het zo, als iets vastgesteld is, dan komen mensen, hey, wij zijn niet gehoord op dat en dat punt, dus dan worden we eerst raad benaderd. Ik wil zo graag dat we op een gegeven moment daar samen mee optrekken, dan kunnen we ook meerders maken. Nee, oké, dat begrijp ik. Ik denk niet dat u in die zin negatief verrast kunt worden, want ik ben ervan overtuigd dat dit een zorgvuldig traject is geweest. Dat heeft u ook kunnen horen van mevrouw Te Woerd. Er zijn heel veel partijen bij betrokken geweest. Iedereen heeft daar zijn zegje kunnen doen. Denk niet, en dat is voor een belangrijk deel ook de verdienste van de heer Van der Ploeg, dat er eerder een plan in deze raad is geweest waar zoveel participatie op mogelijk is geweest. Dus nee, in die zin denk ik niet dat u negatief verrast gaat worden. Voorzitter. Dank u wel. U wou nog reageren, meneer Royakkers. Ik heb al enig begrip voor het feit dat het lastig is om die volgorde in prioriteiten al aan te geven. En ook wel enig begrip voor het feit dat het lastig is om te zeggen dat, hoeveel miljoenen dat allemaal gaat kosten bij elkaar. Maar dan kan ik misschien een andere vraag stellen die wellicht beter te beantwoorden is. Binnen hoeveel jaar denkt het college dat deze vier punten dan zijn afgehandeld voor het plan? Meneer Verleeuwen? Even voor de vuist weg, 10 jaar. Kijk, meneer Nijkamp, u wil nog reageren. Ja, volgens mij heb ik nog geen antwoord gehad op de vraag van of voor het uitwerken van de plannen volgend jaar, of we daar nog een financieel voorstel voor krijgen, of dat inmiddels in de begroting zit. Misschien kunt u daar nog even op reageren. En ten aanzien van het front aan de oostkant, daar spreekt u over het supermarktfront. Maakt al die daar nou onderdeel van uit, of is dat nog weer een separaat plan? Meneer Verleeuwen? Ja, de Aldi zit op dit moment op een plek, dat is een gegeven. Ze zijn daar niet gelukkig, dat is mij ook bekend. Maar ze moeten wel met realistische plannen komen. En op dit moment maken ze er dus in die zin geen onderdeel van uit.
Aldi heeft een groot aantal wensen, eisen. Ik weet niet of u bekend bent met de nieuwe winkel die ze in Zwolle hebben geopend, naast Gamma. Nou, zo'n winkel moet het worden. En ik zie daar niet direct een mogelijkheid toe om dat te realiseren in dat gebied. En wat betreft, u had nog een vraag. Ik kan er nog even halen. In de paragraaf financiële consequenties staat bij alleen hoe dit plan is gefinancierd. Maar van belang is dan ook even de vervolg. Het maken van de vervolgplannen. Nou, daar heb ik net al min of meer. ik heb een toezegging gedaan aan de heer Rojakkes dat ik ga proberen inzichtelijk te maken. Om daar een schatting te maken wat dat gaat kosten. Ja, maar dat gaat over de uitvoering van die concrete plannen. Dit gaat nog even over het voortraject. U geeft in de notitie aan dat er 4 majeure uitdagingen of plannen worden gemaakt. Maar het maken van die plannen, is dat inmiddels gedekt? Want, of komt u straks nog met een aanvullende kredietaanvraag? Want dat is niet duidelijk. Nee, daar is op dit moment in de begroting geen rekening mee gehouden. Wij zullen dus per uitwerkingsplan met een budgetaanvraag naar de Raad moeten komen. Want het is op dit moment niet in de begroting gedekt. En dan met de... Maar dan weet ik dus ook meer over wat gaan we nou doen. Hè? Gaan we aan de Molendijk alleen maar parkeren realiseren, zodat er helemaal geen opbrengsten tegenover staat? Of is het ook mogelijk om daar een vorm van wonen te realiseren, waardoor er wel weer opbrengsten tegenover staan? Dat zijn het politiebureau. Gaan we dat behouden? Gaan we dat verkopen? Kunnen we dat inbrengen in de boedel? Dat zijn dingen waar eerst antwoord op gegeven moet worden. Willen we daar wat nauwkeuriger over kunnen informeren aan de Raad? En om dat traject uit te voeren, dat is mijn concrete vraag, hebt u daar krediet voor nodig? Volgens mij zit het in het jaarwerkplan van de heer Van der Ploeg. Dank u wel voor deze levendige discussie. Meneer Kouwen, u wou ook nog reageren. Ja, dank u wel. Ik werd even getriggerd door de heer Nijkamp van ChristenUnie ten aanzien van de supermarkten. Ik had even de detailhandelsstructuurvisie erbij gepakt en daarin wordt ook geschreven dat de supermarkten belangrijk zijn en publiekstrekkers voor het centrum. Dus hoe rijmt zich dat dan tot het antwoord dat u geeft? Kijkt u ook naar alternatieven of het gaat mij niet om locatie, maar kijkt u ook naar alternatieven en bent u dan bij een gesprek met de supermarkten die, want ik lees bijvoorbeeld in de detailhandelsstructuurvisie dat zowel de Aldi als de Lidl zich een klein jasje voelen. Hoe gaat u daarmee om? Nou, de Lidl die is heel duidelijk bij ons langs geweest. Die hebben ook concrete plannen naar voren gebracht. Die hebben in de gelukkige omstandigheid verkeerd dat de winkel achter hen, Scapino, dat die weg is gegaan uit Dallassen. Daardoor was het voor Lidl relatief eenvoudig om een uitbreiding te realiseren. Die gesprekken die hebben wij met ze gedaan. Daar zijn ook met bewoners in de omgeving die zijn daarbij betrokken geweest. Die zijn ook nog 1 of 2 keer bij me geweest omdat ze heel ongerust waren en zich niet voldoende gehoord hebben gevonden. Maar volgens mij hebben we dat allemaal in goede banen kunnen leiden en is dat tot, nou ja, min of meer ieders tevredenheid opgelost. In de oorspronkelijke plannen was bijvoorbeeld aan de Wilhelminastraat het idee om daar de personeelsruimte te vestigen. Nou, dat was voor ons niet acceptabel, want dan haal je daar echt een stuk levendigheid weg uit die straat. Vandaar dat daar nu een andere invulling aangegeven is. Het is in volledige openheid en gesprekken met de Lidl is dat gebeurd. Ook met de eigenaar van Jumbo zijn gesprekken gevoerd, hoe die tegen de ontwikkelingen aankijkt. En nogmaals, de Aldi, daar zijn we zeker al 2,5 jaar mee in gesprek geweest. Alleen die gesprekken leiden niet tot op dit moment een oplossing. Ik hoop toch dat u met mij eens bent. Ik weet niet of u de winkel kent in Zwolle naast de Gamma. Ik zie niet hoe ik die in dat gebied daar kwijt ga krijgen, hoor. Of je moet daar alle woningen plat gaan slopen en
dan zou het misschien kunnen. Maar de gemeente was niet van plan om ze op te kopen. Dank u wel voor uw antwoord. Dan denk ik dat we de informerende ronde kunnen afsluiten. En dan gaan we naar de openingende ronde. En wie wil als eerste zijn opinie geven? Kijk even rond. De heer Raamaker, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Nou, het voorstel wat voor ligt, daar moeten we mee instemmen met de nota van zienswijzers. En de centrumvisie, het visie dorp aan de Vecht, moeten we vaststellen. Nou, vaststellen is iets wat er nog niet staat, is heel moeilijk vast te stellen. Dus we hebben er nog wat minder gezicht bij, maar we moeten wel met z'n allen, zeg maar, de plannen vaststellen. En het gaat fasegewijs plaatsvinden, heb ik begrepen. Maar de voortvarendheid is toch wel voor ons dringend eigenlijk wenselijk en noodzakelijk. Ik hoor de 10 jaar, maar ik hoop bij de orde dat het binnen 5 jaar, net als bij het waterfront, dat het voortvarend ter hand wordt genomen. En dat het dus wat voorspoediger gaat verlopen, want we moeten wel oppassen dat we geen bouwput zijn en dat er dus allerlei obstakels zijn. Want als je nou kijkt hier bij het gemeentehuis en de kern die erachter ligt, of het dorpse deel, dat is moeilijk te bereiken. Dus we moeten zoveel mogelijk proberen om zeg maar geen opstoppingen of omleidingen of... En daar zitten ondernemers ook niet op te wachten, dus dat moet op een goede manier worden geregeld. Duurzaam en toekomstbestendig en tegenwoordig ook hufteproof. En we hebben nog wel een aantal aandachtspunten, die was eerder aangehaald. Nou, het parkeren komt vanavond ook weer voor, of langs. En dat is ook een uitgangspunt van gemeentebelangen. Het parkeren is heel belangrijk. De kern Dalsen wordt groter, er komen meer inwoners. Dus iedereen wil met de auto en snel boodschappen doen. Dus de parkeerplaatsen zijn wat dat betreft heilig. Aandacht voor de fietsparkeerplaatsen bij het waterfront, bij het kerkplein. Volgens mij ook hier bij de fabriek en het theater, er worden fietsen neergezet. Maar die liggen nogal eens kriskras over de weg. En ik denk dat hij daar woont, dat hij niet prettig vindt dat allerlei fietsen tegen je huis gaan staan. Dus dat moet eigenlijk ook even goed meegenomen worden in deze visie. Misschien aandacht voor het parkeren voor het theater zou dat kunnen onder het gemeentehuis, want 's avonds is het gemeentehuis dicht. Dus als dat kaartje zeg maar een kleine chip heeft, dat je ook kunt parkeren hier onder het gemeentehuis, zou dat ook wenselijk zijn om te onderzoeken. Want nu staan de auto's vaak al op het plein van het gemeentehuis. Nou, ik denk dat dat niet wenselijk is. Maar misschien kunt u dat meenemen. Het is zeker het onderzoeken waard. Dan... aandacht voor die veilige wandelroutes, want als je winkelt hier in Dalsen, dan moet je zeg maar, geen al te veel last hebben van mensen die hard langs heen scheuren. Dus die wandelroutes is erg belangrijk. Ook de aandacht voor de wandelpaden, ik heb aangegeven hier bij de Albert Heijn garage. De mensen komen in die garage uit en die worden opgeschrikt door een auto die daar wegkomt. Die geeft extra gas bij, want die denkt dat die achteruit gaat. Dus daar moet goede aandacht voor zijn. En het is nu een gevaarlijk punt, maar ik weet dat u in onderhandeling daar bent, dat het goed komt, maar ik wil het nog maar even weer zeggen. Goed kijken naar de routing, verkeersontsluitingen, dat is denk ik ook een groot aandachtspunt. En een groot aandachtspunt is ook de straat in de Prinsenstraat. Die heeft jarenlang zeg maar, met hevige buien, volgestaan met water, ook die winkels, die hadden gewoon de vijver in de winkel. Dus die riool, maar ook de straat, is een belangrijk aandachtspunt. Dan hebben we nog wat in onze gemeente aan verstopte kunstwerken. Nou, die zouden we graag weer teruggeplaatst zien. Er zijn er nog wat die liggen bij de gemeente. En ja, die zijn dus opgeruimd. Het kunstwerk hier, 3D-kunstwerk, stond hier. Er stond nog een ding met spiegels. Dat was voor mij aangeboden door de firma S-Huis destijds. Dus we zouden ook graag zien dat die weer terug worden geplaatst. En ja, kunst is ook bezuinigd, maar we kunnen die kunst gewoon weer tevoorschijn halen en ook weer terugplaatsen. Nou, bij de uitvoering op zich, een goede projectleider. Dat is in Leemreveld op een goede manier gebeurd, dus dat was direct een aanspreekpunt voor ondernemers, voor mensen die ergens last van hadden. En dat werd ook heel snel werd dat ter plekke opgelost. Dus dat is ook een aandachtspunt om dat ook in Dalsen zo te doen. En het moet aantrekkelijk zijn, het moet een gastvrij Dalsen worden. Dus wat dat betreft kunnen we instemmen met wat voor ligt. En we hopen dat u
zeer voortvarend als college aan de slag gaan. Dank u wel. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. We zijn blij dat het stuk voor ligt. En zo langzamerhand begint het ook een bekend stuk te worden. Want het is inderdaad de derde keer dat we er in hoofdlijnen over spreken. Dus dat maakt het ook iets eenvoudiger. Dus ook wel complimenten voor het proces. Het heeft dan misschien wat langer geduurd, maar we nemen daarmee wel alle partijen mee. Goed te zien dat diverse suggesties, zowel van, vanuit de zienswijze, maar ook vanuit de commissie hier en de raad, zijn meegenomen. Een aantal dingen zijn mooi verwerkt. Mooi punt vinden we ook die onderdoorgang, dat idee onder de brug om Oost- en Westkade te verbinden. Hoewel we natuurlijk nu met het hele verhaal van die brug nog eens moeten kijken hoe dat allemaal gaat lopen. Inhoudelijk herkennen we een centrumvisie die op een deel ook inderdaad visie is. Maar voor een misschien wel belangrijker deel een constatering is van, naar ons idee, dilemma's en keuzes die nog gemaakt moeten worden. En dan denken we, ik heb er een paar genoteerd, onder andere aan parkeren versus groen. Dat is nog geen eenvoudige opgave om meer groen te maken en toch het parkeren op niveau te houden. Het parkeren in het kerngebied of juist niet. Het parkeren versus inbreidingsmogelijkheden. Gemeentelijke ideeën en plannen versus de opgave van het waterschap. Dan denken we met name aan het hele gebied rondom de brug. Verbinding tussen Waterfront en Prinsenstraat enerzijds en anderzijds de belangrijke doorstroming vanaf de brug. Ik noem het maar even naar het gemeentehuis of Albert Heijn. Ja, iets vergelijkbaars zie je nu ook op de rondweg, de overgang naar het Bellingeweer en de rondweg zelf. En dan het kerkplein. Aan de ene kant horeca en aan de andere kant willen we eigenlijk geen horeca. Eigenlijk zijn het vooral ook heel veel dilemma's die nog opgelost moeten gaan worden. En in die zin brengt ons dat wel een beetje bij de conclusie dat dit weliswaar aan de ene kant een visie is, maar dat die wat ons betreft ook niet in beton gegoten is en dat we nog best een aantal forse vraagstukken hebben. En in dat kader zouden we in ieder geval graag parkeren als een vijfde opgave genoteerd willen zien. Dat komt echt op diverse fronten terug. En bij elk plan wat je aanboort, komt parkeren heel nadrukkelijk terug. Ten aanzien van de prioriteit zijn we blij dat de wethouder zegt van nou, laten we starten met de oostelijke entree. Wat ons betreft zou zeker ook daar de breedte van supermarktfront gehonoreerd kunnen worden. Ga in ieder geval in gesprek ook met de Aldi om te kijken of je daar wel een oplossing kunt vinden. Weliswaar met heldere kaders, maar wij zouden zeggen, verken dat gebied, kijk naar de mogelijkheden en kom dan met een plan. Wat ons betreft mag het ook wel wat breder dan wat de wethouder net zei. En dat is dan af en toe de vraag van hoe ver reikt nou deze visie. Maar als we het hebben over twee woningen die dan misschien behoorlijk in de weg staan. Nou, ik zou zeggen, kijk eens of je dat niet bij het plangebied kunt betrekken. Want dan ontstaan er in één keer aanzienlijk meer mogelijkheden. Aansluitend bij de wandelroutes vanuit parkeren naar het winkelkerngebied. Ja, dat moet helder zijn, dat moet duidelijk zijn. Maar we zouden dat graag willen verbinden ook met meer toeristische wandelroutes. Oftewel, laat ook mensen die hier een halve dag vertoeven kennis nemen van de mooie en karakteristieke plekken binnen ons dorp. Nou, ten aanzien van de brug. We verwachten dat dat nog wel lange tijd dan gaat duren. Hoewel 2024, ja, dan moet je wel snel gaan ontwikkelen, wil je dat voor elkaar hebben. Maar daar zijn we dus heel nadrukkelijk afhankelijk van andere partijen. Maar dat zien we graag tegemoet. En het verleggen van die vecht en die brug, dat is wat ons betreft nog steeds een scenario wat niet afgeschreven is. Ik hoop dat u dat ook nog steeds zo ziet. Dank u wel. En ten aanzien van de hoofdlijn zullen we dit zeker ondersteunen. Maar we verwachten nog wel een reactie van de wethouder op een paar van onze punten. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel. Een aantrekkelijk, bruisend en toegankelijk centrum voor jong en oud. Dat is voor onze fractie eigenlijk de kern van het centrumvisie van Dalfsen. En dat centrum dat maken we samen als inwoners van Dalfsen. Het is daarom ook goed dat er veel
mensen, bewoners, bedrijven, bezoekers bij deze visievorming betrokken zijn geweest. En dat we hier in de Raad er ook regelmatig over hebben gehad. Het komt inderdaad bekend voor. Dat maakte dat de voorliggende visie, ook al is het op hoofdlijnen, een duidelijke richting aangeeft met het bestaande centrum om daarmee verder aan de slag te gaan. Eerste tip, maar gooi nu niet het kind met het badwater weg, maar hou iedereen aan tafel voor de verdere uitwerking. In lijn met de eerdere besprekingen van de visie wil ik nog kort een aantal aandachtspunten, tips vanuit de CDA-fractie meegeven. Bij ons ook allereerst het verkeer. Gratis en dichtbij parkeren, dat zijn twee bestaande sterke punten. Een groot goed, noemde de wethouder net al. Hou voor de toekomst de toegankelijkheid van het centrum in de gaten, als het gaat om de verschillende soorten vervoer en de parkeerbehoeften, bijvoorbeeld door te kijken ook naar kort-lang parkeren. Mogelijk biedt het onderzoek naar de bevoorrading ook al nieuw inzicht. Het tweede aandachtspunt voor onze fractie is het samenspel tussen detailhandel, horeca en wonen. Prima zolang er sprake is van balans. En dat die balans verschuift in de toekomst als de trend zich doorzet en er minder behoefte is aan fysieke winkelruimte, dat zou zomaar kunnen. De heer Zenderink gaf het ook al aan in zijn inspreken. En als er dan meer behoefte is aan horeca, dan kom je uit, of als er niet meer behoefte is aan horeca, dan kom je uit bij woningbouw. En de uitdaging zit er hier volgens ons in om voldoende functiemenging te behouden in de verschillende deelgebieden, zodat er altijd voldoende reuring in het centrum is. In de planologie wordt dat wel het belang van ogen op straat genoemd, voor een veilig en leefbaar centrum. Een derde aandachtspunt is de aantrekkelijkheid. Groene en duurzame elementen zijn niet alleen goed voor de uitstraling, maar ook voor bijvoorbeeld klimaatadaptatie en biodiversiteit. Anders toch een paardje van de wethouder. Inderdaad, liever niet in plaats van functionele parkeerruimte, maar denk bijvoorbeeld ook aan daken waar geen geschikte functie voor is. Als groenste kleine stad van Europa hebben we wat dat betreft een imago hoog te houden. We verwachten als fractie dan ook dat dit aspect integraal wordt meegenomen bij verdere uitwerking van het centrumplan. Aantrekkelijkheid zit hem overigens ook in de uitstraling van de verschillende entrees. Bij de vorige behandeling stonden we ook al uitgebreid stil bij de oostelijke entree. En we delen dan ook de mening van de wethouder dat dit gebied een hoge prioriteit zou moeten hebben. Hier ligt een prachtige kans om iets voor de lange termijn te realiseren. Voor alle lagen van onze bevolking. Hou daar wat betreft het aanbod dan ook bewust rekening mee. Als het gaat om aspecten als woningbouw en supermarkt. Breng ambities uit de detail- en structuurvisie en centrumvisie bij elkaar. En ik sluit me hier ook bij de woorden van ChristenUnie aan over het oostelijke entree. En dan sluit ik af met uitspreek van mijn dank voor de velen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van deze centrumvisie. We zijn erg benieuwd naar de uitwerking. En we roepen het college op om nogmaals dit in gezamenlijkheid op te pakken. Met alle gebruikers van het centrum. Voor een nog aantrekkelijker, bruisender en toegankelijker centrum van jong tot oud. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. En dank u wel. Zoals de vorige keer ook gezegd, dank en compliment voor het stuk zoals het er ligt. En de vorige keer hebben we ook aangegeven dat het compliment echt oprecht gemeend is, want we realiseren ons maar al te goed dat je over een onderwerp als dit niet zomaar met iedereen niet iedereen eens wordt. Er zijn drie thema's voor ons in dit stuk van belang. In eerste instantie de voetganger-fietser in het centrum. De tweede is het parkeren in en om het centrum. En de derde is dan de brug, oostelijke vechtkade en de rondweg. Dat laatste zien we als één onderwerp. De voetganger-fietser. Wat ons betreft beschrijft het visiestuk goed de verschillende belangen van die doelgroepen. Wat we eraan zouden willen toevoegen is de suggestie dat de voetganger en de fietser in het centrum vanuit verkeersoptiek bezien de baas moet worden. De auto is daar te gast wat ons betreft. En vanuit die visie zou je dan weginrichting en dergelijke kunnen oppakken. Dat zou nog een passende aanvulling zijn vanuit onze optiek. En parkeren, nou, daar is al van alles over gezegd, dat ga ik niet allemaal herhalen. Slechts wat ik de vorige keer gezegd heb, dat we ook vooral goed gekeken willen hebben naar het belang van de bewoners van de kern. Om dat goed te betrekken bij het uitwerken van parkeren voor bewoners. Overigens ben ik het graag eens met de opmerking van de ChristenUnie om daar een vijfde opgave te maken. Ja, en wat betreft de oostelijke vechtkade, brug en rondweg, daar wordt voorzichtig iets over gezegd in het stuk. Zou kunnen. Mogelijkheden. Dat vinden we een beetje jammer voor dit moment, want dit is een visie. En wat we graag zouden willen, is dat we dat ook echt laten doorklinken. Niet alleen wat er financieel mogelijk is, want dat is uiteindelijk de realisatie,
We zouden willen opnemen wat het streefbeeld is wat er in die ruimte gemaakt moet worden aan de vechtkade. En dat hangt wat ons betreft samen met de positie en de functie van de brug daar. En we hebben vanuit de PvdA al vaker aangegeven dat het in onze optiek belangrijk is na te denken over dat onderwerp in combinatie met de problematiek rondom de rondweg. Maar immers, we praten nu al over klaarovers bij die rotonde. En in onze visie zouden we daar echt iets steviger over moeten praten om eens te kijken of we dat op een andere manier en beter kunnen oplossen met het oog op de toekomst. En ook zouden we ernaar moeten kijken zonder dat dat alleen maar noodzakelijk is vanuit het hoogwaterbeschermingsplan of omdat ondernemers daarom vragen. Er is een breder belang mee gediend. En het eigenaarschap van zo'n brug is dan niet zo relevant. Want dat probleem gaan we ook op andere plekken van tegenkomen. Al begrijp ik ook wel een beetje uit de opmerkingen van de wethouder net dat ik uit onverwachte hoek hulp mogen krijgen hier. Want die brug voldoet niet aan de eisen, dus die moet kennelijk toch verdwijnen. Dat zou natuurlijk kunnen helpen om daar eens fundamenteel over na te denken. Kijk, de suggesties komen maar zo. Naast deze drie thema's zijn er nog twee wat algemene onderwerpen waar we graag wat aandacht voor zouden willen hebben. De algemene uitstraling. In het visiedocument zijn mooie sfeerbeelden afgebeeld. Mooie gebogen vormen, waterloopjes, bankjes, fietsstandaarden en overal veel groen. Prachtig. U krijgt ons direct mee. Maar de realisatie brengt dan vaak met zich mee dat bij elk afzonderlijk onderdeel om allerlei praktische redenen andere keuzes worden gemaakt. Standaard bankje, standaard fietsenstandaard, recht toe recht aan bruggetje. En dan wordt het uiteindelijk toch een heel saai en albollig geheel. Raad en college moeten er dus wat mij betreft echt dicht bovenop zitten dat in die realisatiefase wordt vastgehouden aan die mooie sfeerbeelden. En dat elk onderdeel wordt bezien vanuit die grotere visie. Hoe hadden we het ook alweer bedoeld? En ons niet laten verleiden om die standaard elementen erin te zetten, want anders zijn we straks weer een dorp als vele anderen. En dan tenslotte de burgerparticipatie. Ik sluit me aan bij de complimenten voor het proces die er gegeven zijn. Proces tot nu toe. En we roepen op om ervoor te zorgen dat die betrokken ondernemers, inwoners, direct dan wel indirect betrokken, er ruimhartig bij betrokken zijn en blijven. En uiteraard zullen sommigen dan teleurgesteld raken. Natuurlijk, omdat ze een andere visie hebben. Maar ja, dat heb je nou eigenlijk in dit soort onderwerpen soms. Maar ik ben als inwoner liever teleurgesteld in de keuze van de gemeente, dan dat ik niet gehoord ben. Voor het overige zullen we instemmen met het stuk zoals het er ligt. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Rooijakkers, wat een mooie D66. Wat een mooie one-liners waren dat. Wat meer dan één lijntje, hoor. Nou, vooral die laatste, over het liever teleurgesteld zijn dan niet gehoord zijn. Ja. Er is over parkeren veel gezegd, voorzitter. We hebben onze parkeer- en verkeerdeskundige, de heer Raammaker, aan het woord gehad. We hebben meneer Nijkamp zelfs over parkeren gehoord. We hebben ook de heer Wildvank over parkeren gehoord. Ik wil er ook nog een duit in het zakje doen. Want dat groene waar de heer Wildvank het over had en die dilemma's die je dan soms hebt als je ook iets groen wil hebben, maar ook allerlei andere voorzieningen wil realiseren, die gelden bij parkeren ook. Hè. Ik heb het al vaak meegemaakt dat de bomen moesten worden gekapt omdat de mensen vonden dat hun auto's anders te vies werden als ze eronder stonden. Nou, dat soort dingen, dat zijn zaken, daar moeten we zeker, denk ik, er maar niet aan meewerken. En een ander idee wat ik in de bijeenkomst met ondernemers heb opgepikt en later ook nog wel, is dat wij tot nu toe met het blauwe parkeerschijf nogal ongedifferentieerd bezig zijn. Maar je zou erover na kunnen denken om plekken te maken voor een half uur, een uur, twee uur, vier uur en dergelijke. Zodat in elk geval de bijvoorbeeld auto in de Prinsenstraat die daar niet twee uur staan als ze even vlug wat willen ophalen enzovoort enzovoort. Dat hoort er allemaal bij. En dat denk ik ook wel dat de gemeente daaruit gaat komen. Ik vind overigens de schatting van de wethouder van totaal 10 jaar heel realistisch. Wat dat betreft denk ik dat de heer Raammaker misschien in zijn achterhoofd heeft, als we daarmee akkoord gaan, dan duurt het misschien 15. Dus laat ik maar hoog inzetten. Maar in elk geval, ik denk dat 10 jaar wel heel realistisch is en nog een hele uitdaging om dit allemaal te realiseren. Ik vind verder het hele proces goed verlopen. Er is veel mogelijkheid geweest om in te spreken. Ik vond het heel gezellig in het pop-up café. En ik denk dat we hier een goede start mee kunnen maken, voorzitter. En we zullen dan ook van harte instemmen met het voorstel wat er ligt. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Veldhuis, VVD.
Dank u, voorzitter. Ja, dank voor deze nota van zienswijze. En ziet er allemaal goed uit. Ook van onze kant uit weer veel complimenten voor het stuk zoals het er nu voor ligt. Wij merken dat het college de inbreng die gedaan is vanuit de raad, vanuit typisch Dalfsen en alle facetten van onze samenleving zo breed mogelijk geprobeerd heeft om die mee te nemen in deze visie. En complimenten daarvoor, daarin bent u absoluut geslaagd. We hebben wel een aantal aandachtspunten die voor ons gelden. Met name wat u net zei over het fasegewijs vaststellen. We moeten wel uitkijken dat we niet meegezogen gaan worden. Het moet toch wel mogelijk zijn met een soort totaalbudget te werken. En ik snap dat er allerlei vragen omheen zitten die gaan bepalen hoe hoog het budget moet worden. Maar in het bedrijfsleven ook wordt er uiteindelijk ook een budget neergezet. En volgens dat budget ga je werken. En op het moment dat dat niet toereikend is, om wat voor reden dan ook, dan kunt u terug naar de raad daarvoor. We vragen, voor ons een belangrijk aandachtspunt heeft natuurlijk ook alles te maken met de toegang van auto's tot het centrum, vinden we belangrijk. En daarbij het parkeren dichtbij en voor de winkels. Ook hierbij geldt voor ons van ga daarover in gesprek met de winkeliers. Dat zal u vast en zeker ook wel doen. We vragen u ook nogmaals aandacht om de bewoners te betrekken bij het verder uitwerken van de plannen. Dat is wel belangrijk dat ook hun verhaal hierin gehoord wordt. En ten aanzien van de Aldi, misschien is het toch wel verstandig om de stedenbouwkundige visie die voor dat gebied opgesteld gaat worden, om toch nog even te kijken van wat de mogelijkheden misschien nog zijn hierin. En even los van wat de Aldi dan als eisen daarin nog heeft. Gaan we akkoord. Wel even nog een vraag. Wij zien met betrekking tot de horeca, dat er in de samenleving altijd veel discussie losbarst als het gaat over horeca. Wel of niet horeca aan het Kerkplein, concentreren van de horeca aan het waterfront of op het Kerkplein. Wel of niet meer horeca in Dalfsen. We hebben ook een detailhandelstructuurvisie. En we zagen ook dat typisch Dalfsen deze suggestie gedaan heeft om misschien te gaan werken aan een horecavisie. We zijn nog wel even benieuwd hoe u hier tegenaan kijkt. Zou dat iets zijn om te gaan doen? Misschien niet alleen voor de kern Dalfsen, ook voor de hele gemeente Dalfsen. Tot zover onze inbreng en wij gaan verder akkoord. Dank u wel. Meneer Veldhuis, de vragenronde was al geweest, maar u slingert er nog even heen tussendoor. Nou kan ik gaan samenvatten, maar ik heb vooral van de ChristenUnie richting de wethouder een verzoek gekregen om een reactie. Wilt u alles eens even meenemen, wethouder? Ja, natuurlijk. Ik doe uw werk graag. Dat heb ik altijd gedaan, dus. Nee, even serieus. Gemeentebelangen. Alle partijen geven dat aan, dat parkeren belangrijk is. Ja, daar verschillen wij absoluut niet van mening. Ook datzelfde geldt voor fietsparkeerplaatsen. U merkt dat terecht op. Wij hebben ook geconstateerd dat er bij het theater nog wel eens wat rommelig, en dan zeg ik het heel voorzichtig, fietsen gestald worden. Wij zijn op dit moment vanuit het Waterfront, dat is een ander project, bezig om te kijken hoe we dat aan de vork moeten steken. De suggestie om te parkeren onder het gemeentehuis vind ik een goede gedachtegang. Niet alleen voor theater, denk ik dan, want het staat natuurlijk vaker, staat het leeg. Misschien dat we het nog wel wat vaker open zouden kunnen stellen. Maar dan moeten we gaan onderzoeken. En ik zeg u toe dat we dat gaan doen. Wat daarvoor nodig is. Ik zit dan even te denken aan videobewaking, misschien extra afsluitingen, maar dat gaan we onderzoeken. De problematiek van de voetgangers bij de parkeerkelder Albert Heijn is in de laatste stuurgroep Waterfront besproken. Daar is een alternatief gepresenteerd. Daar zullen we binnenkort een klap op gaan geven. U wil de kunst terug, maar misschien dat dan aan het einde, voorzitter, mijn collega even, want die gaat daarover iets over mag zeggen. Dank alle partijen voor de complimenten voor het proces. Nogmaals, die leg ik graag neer bij mijn buurman, want die heeft dat helemaal gemanaged en daarin mij geadviseerd en geholpen. Dus de hulde die gaat naar hem toe en zijn medewerkers en niet zozeer naar mij. Maar ik ben wel heel blij dat iedereen daar tevreden over is, want ik vind het belangrijk.
Wij vinden het belangrijk. En uw oproep om op dezelfde voet door te gaan, die neem ik van harte over. We gaan door. En dat is niet alleen dat we bewoners, inwoners daarbij betrekken. Dat geldt ook voor de ondernemers en dat geldt ook voor de horeca. ChristenUnie, ik deel uw analyse met betrekking tot die dilemma's. Dat klopt, ik ben dat helemaal met u eens. En daar zullen we dus in de komende jaren antwoorden op moeten gaan vinden. Het verleggen van de vecht is zeker nog niet uit beeld. Daar zijn al even een keer met een benen op tafel sessie met waterschap en provincie en gemeente hebben we daar al een keer over gesproken. Werd enthousiast ontvangen, kan ik u vertellen. De brug, ja, die problematiek, die wil ik toch even zien hoe zich dat de komende tijd gaat ontwikkelen. Want daar durf ik nu niets over te zeggen. Ik heb wel eens iets gezien van een, ik weet niet, is dat ook met de raad gedeeld, dat onderzoek van AOC de Groene Wellen? Geloof het niet, hè? Misschien dat we dat dan een keer even op het RIS zouden kunnen zetten. Die hebben in het kader van Ruimte voor de Vechten meegedaan aan een prijsvraag. Dat was ontzettend mooi geworden. Een zeer futuristische brug, maar ach, dromen mag. CDA, iedereen aan tafel, heb ik net al gezegd. Ja, parkeren gratis en dichtbij. Ja, ben ik met u eens. De VVD gaat nog net zo niet zo ver. Die zeggen dichtbij voor de winkels. Ik was bang dat u in de winkels ging zeggen, maar zover was het nog niet. Er zijn ook verschillende partijen, waaronder CDA, die hebben gezegd kort-lang parkeren. Meneer Rooijakkers houdt een pleidooi voor differentiatie, daar ga ik in mee. Vind ik een goede suggestie. Overigens hebben wij al lang parkeren op dit moment bij de Action. Daar mag je lang parkeren. Ik deed daar altijd trouw mijn parkeerschijf achter, maar dat hoeft daar helemaal niet. Maar dat je het gaat differentiëren in korter parkeren en langer parkeren, dat vind ik een uitstekend idee. CDA geeft ook aan klimaatadaptatie en groen. Ja, wij staan daarvoor een hele grote opgave. En ik zie niet anders in dan bij het, die start is nu al gemaakt en zeker bij een volgend college na de verkiezingen. Zal dat misschien zelfs wel een portefeuille zijn van een van de wethouders. En zal klimaatadaptatie bij dit soort plannen integraal opgepakt moeten worden. Daar ben ik van overtuigd. Dan Partij van de Arbeid. Voetganger, fietser, auto te gast. Nou, geen slecht idee. Daar willen we wel eens verder naar kijken. Het parkeren voor bewoners, ja niet alleen bewoners, in zijn algemeenheid, maar ook die groep verdient daar aandacht. De brug heb ik al het een en ander over gezegd, wij vinden hem ook belangrijk. En uw oproep om de uitstraling zoals die er nu is, om die ook straks gestand te doen in de uitvoering, ja daar vindt u mij natuurlijk op uw weg, dat is duidelijk. Wij hebben hier intern al eens gedroomd van Florentijnse lantaarnpalen en bankjes, maar dat gaat waarschijnlijk iets te ver. Meneer de voorzitter, mag ik er kort even op reageren, want straks gaat dit vastgelegd worden. Want de wethouder zegt dat ik hem op mijn weg ga vinden, maar ik hoop dat hij bedoelt dat ik naast me ga vinden. Ja, op dezelfde weg, dezelfde richting uit, arm in arm. Ja, ik zei het misschien niet helemaal goed, meneer Wildvang, maar dit is wel wat ik bedoelde. Even kijken, participatie, dat heb ik al geantwoord. Nou, over het totaalbudget heb ik gezegd dat we gaan proberen om u daarin in mee te nemen. Om daar een raming van te maken. Hoe moeilijk dat ook is. En bij een stedenbouwkundige visie ook de Aldi betrekken. Ja, we kunnen het allicht proberen. We kunnen het allicht proberen. Dan geeft u nog aan een horecaonderzoek. Er is een horecapotentieonderzoek. Dat kunnen we eigenlijk wel even meesturen met het RIS, want volgens mij is dat nog niet bij u. En daarin staat wat er aan vierkante meters mogelijk zou zijn in Dalfsen. En dan zitten we al aardig aan de max. Volgens mij, voorzitter, heb ik alles afgehandeld, samengevat en... Kunt u doorgaan?
dat is misschien voorbarig. Maar ik ga hem toch afsluiten, dus die heer hou ik aan mezelf. Meneer Uitslag moest zelfs ook nog reageren, dus we zijn nog niet aan het definitief afsluiten van dit agendapunt toe. Nou, dank u wel, voorzitter. Fijn dat ik ook een klein steentje mag bijdragen aan deze prachtige discussie. Kunst openbare ruimte, twee stuks, als ik het goed herinner. Dat tweedimensionale kunstwerk wat driedimensionaal lijkt. Dat lijkt op een speelattribuut. Maar de grote zorg daarbij is dat hij terecht bij een speeltuin komt te staan. Want dan gaan kinderen hem gebruiken. En dan moet je het ook de onderkant weer zodanig aanleggen dat de kinderen er veilig van af kunnen vallen. Enzovoort. Dus dat is een hele puzzel om het in dit gebied te krijgen. Maar daar hebben we voor gekozen om de goede plek te vinden als alles klaar is. Dan heb je een iets betere inzicht in waar je het beste tot z'n recht kan komen. Het andere kunstwerk is de monoliet. Die stond boven de luchtuitgang van de atoomkelder, heug ik mij. En daar hebben we voorzichtig van bedacht dat het hiervoor op het plein zou kunnen. Als we dat opnieuw gaan aanpakken. Want er liggen wel wat uitdagingjes nog. En we proberen werk met werk te maken en het niet afzonderlijk te gaan op te pakken. Zover, voorzitter. Meneer Raamaker, u wilt nog reageren? Ja, nou, die toezegging is mooi natuurlijk. Alleen dat kunstwerk, dat rekte, stond hier eigenlijk in een ongeboden zandbak. Volgens mij kun je daar heel snel ergens een plek voor vinden. Want hier werd hij dus ook niet gebruikt als klimrek. En hij heeft er nog één over, dat is het standbeeld van Cor Westhuis. Die is uit de Trefgoelen. Die ligt van mij nu op de gemeentewerf. Van mij moet die dik in de lak zetten, want dat is gewoon een prominent mooi figuur. Waar je het dus ergens kunt plaatsen. Een houten beeld, wat nu zeg maar, op de werf ligt, van mij moet dat gewoon hergebruiken. En ja, dat doet ook recht aan de prestatie die hij geleverd heeft. Dus ja, kunst is duur, maar als je de kunst hebt en je legt het ergens anders neer, dan is het nog veel duurder. Meneer Uitslag. Ja, voor wat betreft het speeltoestel, tussen aanhalingstekens dan. Nou, ik heb er verschillende mensen in zien klimmen, inclusief politici. Dus hebben we het wel degelijk gebruikt. Maar het gaat me erom dat we niet ergens zomaar een zandbak kunnen creëren in het waterfront wat we met de nodige nauwkeurigheid aan het realiseren zijn. Dus daar zit het punt even. Dat we niet zomaar even kunnen zeggen, die plekje over, de zandbak. En dat we later zeggen, ja, wie heeft er nou kunnen verzinnen? Die wethouder wil ik dus niet zijn. Voor wat betreft het hardloopbeeld. Dat klopt, het stond in de Trefkoelen. Het is net op tijd uit de container gevist, want daar lag hij al in. En is inderdaad goed bewaard gebleven. Hij staat inmiddels weer rechtop. Dus ik ben er wel degelijk meer aan de slag. Bijzonderheid is wel dat het een kunstwerk is voor binnen. Met de nodige barsten en alles in. Dus je kunt lakken wat je wil, maar ik denk met één vorst, één winter, dat de armen eraf liggen weer. Dus dat is nog wel even een uitdaging. Misschien moeten we het eerst verduurzamen via de Voreco. En dan is er een uitdaging om een goede plek te vinden. We zijn er wel aan het brainstormen geweest. Waarbij de rotonde bij het station wel een hele mooie plek zou kunnen zijn. Alleen daar hebben we begrepen dat met name de provincie wel moeite heeft met uitingen van reclame enzovoort. Afleidingen op de weg of aan de weg. En dat valt een kunstwerk op de rotonde zeker onder. Dus, maar we zijn ermee bezig. Ik heb een paar andere locaties in mijn hoofd zitten. Maar daar gaan we eerst even uitwerken en verkennen. En dan kom ik bij u terug, mocht het nodig zijn. Ik kom bij u terug als het nodig is. Ik kom wel weer terug, want dat zou ik het verschrikkelijk jammer vinden. En ik wil niet zo'n raadslid zijn die dat spul allemaal maar door de bult gooit en afvoert. Dus, Oké, we hebben het over de visie en we willen daar graag kunst in hebben. En de wethouder heeft toegezegd dat hij ermee bezig is om te kijken wat er terug kan komen. Misschien toch even, voorzitter, dat mijn zoektocht beperkt zich niet tot het gebied waar we het nu over hebben. Dus de centrumvisie is wat beperkter en ik kijk wat breder. Oké, dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Nijkamp, u wou nog weer over reageren? Ja, misschien moeten we dat kunstwerk met een klimrek maar boven de vecht hangen. Dan val je in ieder geval redelijk zacht. Maar nog wat een vraag toch over het oostfront, die oostelijke entree.
We hadden gezegd van nou, het komt er wel redelijk nauw van wat voor gebied dat je daar nou bij betrekt. En we hebben gezegd van nou, laten we daar niet al te beperkt over doen. Juist omdat het een eenmalige kans is om dat hele gebied te ontwikkelen. He, dan gaat bijvoorbeeld die hele hal van de tafeltennisvereniging, die gaat eraf. En zo zijn er nog, de Molendijk gaat eraf. Dus in die zin kun je daar een redelijk breed gebied beschouwen. En de vraag is dus van welke kaders neemt het college dan mee, zeg maar, in die vervolgopdracht. Maar is er ook al niet een stedenbouwkundig advies ons toegezegd dat we daarin terugkomt? Ja, dat is ook toegezegd, maar het gaat er even om van wat is dan de afkadering of het kader, zeg maar, wat daarin gehanteerd wordt. Dus dat zouden we graag nog even kort toegelicht zien. Wethouder? Er zijn, u noemt de twee gebouwen die er in elk geval vanaf gaan, dat klopt. Ik heb ook gezegd, we gaan dat natuurlijk daar met een stedenbouwkundige visie doen. Dat is ook helder, geen verschil van mening over. Er is al eens geïnformeerd naar het aankopen van een woning in het verlengde van het politiebureau, maar dat is nog niet gelukt. We zullen daar een ruim kader hanteren. Maar veel meer wil ik er eigenlijk niet over zeggen, want er staan een paar woningen en u weet, dat kost geld. En mensen, die wonen misschien nu heel erg naar hun plezier, groot woongenot. Of niet, want er zijn ook veel vrachtwagens die daar heen en weer steken. We gaan een ruim kader wordt gehanteerd. Dank u wel, wethouder. En dan ga ik om 8:57 aan dit agendapunt een eind maken. In die fase van dat er geen eind maken aan de visie, want we staat ons in Dalfsen nog heel wat moois te wachten. En ook wordt het denk ik ook nog wel wat een bouwput, al heb ik daar wel een oproep gehoord om die in goed overleg met de projectleider voor de bezoekers en voor de winkeliers zo goed mogelijk te regelen. De wethouder heeft toegezegd een onderzoek naar de parkeergarage te doen. De differentiatie wou hij onderzoeken. Auto te gast heeft hij een toezegging voor gedaan. Een horeca potentieonderzoek komt in het RIS naar ons toe. En u heeft ook toegezegd hand in hand door Dalfsen te gaan lopen, neem ik aan, want niet naar Rotterdam te gaan, want dat is niet uw club. En wat de kunstwerken betreft is wethouder Uitslag daar druk mee bezig om daar te kijken waar die het beste ergens in Dalfsen kunnen passen. Daarmee dit zo concluderend hebben de fracties gezegd dat ze in kunnen stemmen met het plan en kan het als hamerstuk naar de raad van eind deze maand. En daarmee heb ik dit agendapunt afgesloten. Bij deze heropen ik de vergadering. En gaan we verder met agenda punt 5, beleidsplan en inspraak 0-18, iedereen doet mee. Verantwoordelijk wethouder, de heer Uitslag, voorbereidend besluitvormend. In mei 2017 heeft de raadscommissie opinierend gesproken over een nieuwe integrale kindregeling, naar aanleiding van het extra landelijk budget en de evaluatie van ons armoede- en schuldenbeleid. De commissie heeft toen de aandachtspunten van de Raad meegegeven, zoals het voorkomen van bureaucratie, inzetten op de één loketgedachte, integraal werken en meer inzet op communicatie dat past bij de doelgroep. Ieder kind moet mee kunnen doen, was het breed gedragen uitgangspunt. Het definitieve beleidsplan en de inspraakreacties liggen nu ter besluitvorming voor. Er zijn vragen gesteld door gemeentebelangen en de VVD. Die zijn beantwoord op het RIS, dus die kunt u daar vinden. Ik heb al gezegd, twee ronden, informerend en opinierend. Wie mag ik in de informerende, de vragenronde, als eerste het woord geven? Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ik heb een viertal vragen. De eerste vraag die ik heb is, het plan heeft als voorwaarde dat jongeren onderwijs volgen. Wat gebeurt er met jongeren die geen onderwijs volgen?
En de tweede vraag die ik heb is, hoe worden ouders meegenomen in dit hele verhaal? Hoe bereiken we deze? De kans is namelijk aanwezig dat ze niets begrijpen van de aangeboden pakketten. Denk hier bij bijvoorbeeld aan de ouders van kinderen die jonger zijn dan 12 en die al een achterstand hebben in taal bijvoorbeeld. Derde vraag, u geeft aan met andere gemeentes in gesprek te gaan om scholen in deze gemeentes te bereiken voor preventieve projecten. En onze vraag is, hoe moet ik deze projecten zien? Gaan we dan als Dalsen een project doen op bijvoorbeeld de Thorbecke voor de leerlingen in Dalsen? Of gaan we deelnemen in projecten die vanuit Zwolle lopen ten aanzien van dit onderwerp bij de scholen? En de laatste vraag die ik heb is, u geeft aan dat de gemeente hard aan de slag gaat om Homestart in te richten. Dat is in mei klaar. En hoe gaan we in de tussentijd om met de regeling? Omdat namelijk oude regelingen niet meer van kracht zijn, als ik goed begrijp. Dat waren onze vragen. Dank u wel, meneer Veldhuis. Mevrouw. Dank u wel, voorzitter. Schippers van CDA. Ja, even nadenken. De CDA-fractie heeft dit onderwerp voorbereid in duo-schap. En de vragen zullen gesteld worden door collega Massier. En de opinie zullen we gezamenlijk oppakken. Dus ik wil meneer Massier vragen, onze vraag. Meneer Massier. Dank u wel, voorzitter. Fijn dat ik ook het woord krijg. Ik wil allereerst zeggen dat ik drie vragen heb namens de CDA-fractie. Waarbij de laatste vraag een toezegging betreft naar aanleiding van de bespreking van het programmabegroting. De eerste vraag is, wanneer is de wethouder tevreden? Dat is een vrij algemene vraag, maar misschien dat hij daar toch antwoord op kan geven. De tweede vraag betreft het volgende. We hebben al meerdere keren aandacht gevraagd voor de doelgroep van 18+ en onze zorgen daarover uitgesproken. U geeft aan dat via kinderhulp aanvragen voor ondersteuning tot 21 kunnen worden ingediend. Het Nibud-boekje voor boven de 18 jaar is een prachtig document voor deze groep. Toch wordt de 18-jarige wel plotseling losgelaten. Heeft u nagedacht hoe er een overgang mogelijk is? En zo ja, hoe dan? De derde vraag betreft de toezegging. Tijdens de bespreking van de programmabegroting heeft u toegezegd het project Schuldenstress te lijf te onderzoeken. En zo mogelijk onderdeel te maken van ons armoede- en minimabeleid. Wanneer kunnen wij uw reactie daarop verwachten en of een aanpak? Dit waren de vragen namens de CDA-fractie. Dank u wel, meneer Massier. Meneer Wildvang, Partij van Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar korte vragen. In eerste instantie met betrekking tot de 18-plus groep. Er wordt gesteld dat die zal worden geholpen door middel van maatwerk. Op zich prima. Hoe verhoudt zich dat tot een vastgesteld budget? Want dat is in beginsel eindig. En maatwerk heeft een veronderstelling in zich dat dat mogelijk een open einde zou kunnen zijn. Tweede, de participatieraad is aandacht gevraagd voor kinderen met een beperking. Kunt u iets meer aangeven hoe u dat denkt invulling te geven? Derde vraag, van het jaarlijks budget van 130.000 wordt een ton, ronde ton besteed aan een digitaal kindpakket. Wat wordt er met die resterende 30.000 gedaan? En daarbij komt gelijk de vraag van, en is het budget überhaupt voldoende als we uitgaan van 250 kinderen? Want bij de vaststelling van de beleidsnotitie in 2015 was er nog sprake van 350 kinderen bij een 110% norm. En nu gaan we uit van 120% norm. En de laatste vraag is met de uitvoering van maatwerk ook weer. Krijgen die sociale kernteams nou een eigen budget zoals ze hebben gevraagd? Of wordt er een andere oplossing gevonden? Dank u wel, meneer Wildvang. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik stel de vraag een klein beetje anders, maar het komt voor een deel hetzelfde neer op de vraag van de heer Wildvang. Namelijk, wat is nou de omvang van de problematiek? Weet u hoeveel kinderen in de grens 120% netto besteedbaar inkomen in deze sector vallen? En wat gaat u doen als het budget dreigt overschreden te worden? Is op of heeft u een ander voorstel van gang van zaken? En wat gaat u doen als er geld over is? Gaat het dan in de algemene middelen? Verder wordt er gesproken over jongeren die via Jong Dallassen hebben bijgedragen aan die visie. Kunt u ook aangeven wat u met die suggesties hebt gedaan? Omdat ze ook allemaal wel wat wilden doen, begrijp ik. Tenminste een aantal daarvan.
En kunt u ook aangeven hoe de kinderen uit de doelgroep en de gezinnen waarbinnen zij leven deelgenomen hebben aan het tot stand komen van de beleidsnota? Dank u wel. Dank u wel, meneer Royakkers. Mevrouw Lasje van de ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn heel wat vragen gesteld. Ik heb er nog drie. Het eerste en het tweede ook wel een beetje gaan over dat kindpakket van €400 voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Is er ook gedacht aan een differentiatie aan te brengen? Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is €400 misschien wel veel te veel. En voor kinderen op het voortgezet onderwijs te weinig. Je zou kunnen denken, kinderen van 0 tot 6 max €200 en kinderen van 12 tot 16 max €600. Heeft hierover nagedacht? Tweede vraag eraan gekoppeld is, kunnen kinderen een kindpakket sparen? Een jaar sparen zodat het kind het volgend jaar mee kan met een schooluitje bijvoorbeeld. Kan dat niet? Kan dat of kan het wel? Of vervalt het budget aan het eind van het jaar? En de derde vraag, en er is ook wel iets over gevraagd over financiën, zitten de uitvoeringskosten ook in deze 2 ton? Dat waren onze vragen, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn al heel wat vragen gesteld. Ik heb toch nog een aantal aanvullende. En de eerste gaan eigenlijk over het proces en niet zozeer over de inhoud. Want er moet maar iets van het hart. 19 oktober kreeg de Raad in CC een mail opgesteld door de afdeling communicatie, gericht aan de pers, maar daarin het concept beleidsplan. Daarin werd onder andere gesteld dat de inspraakprocedure nog tot 20 oktober liep. En dat iedereen welkom was om zijn mening te geven. Eer de pers een melding van kon maken, was de inspraaktermijn verstreken. Wisten de inwoners van de gemeente Dalfsen wel dat het plan ter inzage lag en dat zij een zienswijze in konden dienen? De inspraaknotitie laat ons zien dat de verschillende zienswijzen van organisaties al eerder zijn ingediend, te weten 12 september en 11 oktober. Dus die hebben het plan gezien, prima. Maar wij als raad kregen de beschikking over het plan op het moment dat het naar de pers werd gestuurd. Ik zou graag willen weten waarom dit zo is gegaan. Dan de derde vraag. In het voorjaar is de kadernotitie besproken en we hebben als raad een aantal kaders gesteld en input gegeven voor deze integrale kindregeling. Dit wordt vermeld in het stuk, maar de kaders die de raad heeft meegegeven worden niet genoemd, terwijl die van alle andere organisaties wel zijn opgenomen in het plan. Ook hier ben ik benieuwd naar de achterliggende reden. Dan de vierde vraag gaat over het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Hier ging het verleden ook een bepaald bedrag naartoe. Worden nu onder deze kindregeling genoemd. Betekent dit dan misschien dat de bedragen die in het verleden naar deze instanties gingen, nog bij die €130.000 opgeteld kunnen worden? En de laatste vraag gaat over de zwemles. Ik ben benieuwd of dit ook onder de regeling valt. Ik vind hem niet terug in het stuk. Ik vind het wel een belangrijke. Ook in dit kader. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Kappert. Meneer Uitslag, mag ik u verzoeken de vragen te beantwoorden? Ga ik doen, voorzitter. Zo goed mogelijk. Er zitten wel een aantal detailvragen bij waarvan ik had gehoopt dat die eerder gesteld zouden zijn. Want ik denk zo simpel met een ja of nee te beantwoorden via de technische route. Maar laat onverlet dat ik mijn best ga doen. Misschien te beginnen met de vraag voor de VVD. De voorwaarden van het onderwijs. Nou, we hebben ervoor gekozen dat kinderen die kosten maken, veelal voor het onderwijs, juist in die groep, hier een beroep moeten kunnen doen. Ook al hebben ze een bijbaantje. Kinderen die niet onderwijs volgen en dus een gelegenheid zijn om te werken. Daar hebben we graag een ander gesprek mee als ze niet rond kunnen komen. Maar niet per se via het kindpakket. Want dan hebben ze ook andere mogelijkheden. Hoe kunnen ouders worden betrokken? Want ze zijn eigenlijk ook wel een verlengde dan wellicht. Een groot deel van de ouders hebben we al in beeld. Hè? Dit zijn de mensen die al bijstandsuitkering ontvangen. Ja, die worden natuurlijk op de hoogte gesteld. Een deel van de ouders kennen we al van de huidige kindregeling. En een deel van de ouders kennen we nog niet, omdat we de normen voorstellen op te hogen. En we hopen dat ook juist weer met deze nieuwe communicatiegolf er nog meer mensen willen gebruik maken van deze regeling. Zodat ook de kinderen die het betreft ook kunnen helpen. Dus we proberen zoveel mogelijk ouders te betrekken. Zoveel mogelijk instanties die mensen kennen
zoals de kerken, Humanitas enzovoort, ook te betrekken, zodat op verschillende manieren mensen worden toegeleid naar deze regeling. Naar deze laagdrempelige regeling. Ze dus hoeven niet eens bij het gemeentehuis binnen te komen meer. En dat is wel een grote hoop van mijn kant dat ze ook gaan gebruiken. We gaan natuurlijk aansluiten bij andere scholen in andere gemeentes. Kijk, daar waar scholen projecten starten over armoede, hoop ik dat ze dat meenemen. Maar misschien kunnen we ze zelfs wel verleiden om projecten op te starten rondom armoedebestrijding. En dan kunnen we natuurlijk Dalsland als prachtig mooi voorbeeld neerzetten. Hè? Net zoals in de Nubit website. Dalfs inmiddels staat als voorbeeldproject van het boekje van 018, wat we hebben uitgereikt, wat u heeft gezien. En daarmee dus allemaal extra reclame voor deze regeling, zodat zoveel mogelijk kinderen het kunnen gebruiken. Een algemene vraag, u formuleert hem even aan de hand van Homestart, maar eigenlijk geldt die wel in de breedte. Ook de website is in mei ergens operationeel. Tot die tijd, u heeft kunnen lezen dat de kindercadeaubon zoals die er was, kan worden gebruikt, kan nog worden ingeleverd. En voor andere gevallen waar we echt de nood aan de man is, hoop ik dat ze ook ons weten te vinden met concrete vragen. We gaan natuurlijk altijd op zoek naar oplossingen als daar de nood aan de man is. U kent ons niet anders, hoop ik. De aardige, toch wel verrassende vraag van wanneer is de wethouder tevreden? Nou, korte termijn als u akkoord bent met dit voorstel, dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Op de wat langere termijn, maar dan praat ik even heel lange termijn. Als kinderen in Dalfsen geen last hebben van het inkomen van hun ouders. Maar dat is wat lange termijn. Dan praten we hier nu over een indicator die je heel gemakkelijk op zou kunnen plakken. Hoeveel kinderen heeft u geholpen? Ja, zoveel mogelijk. Binnen de kaders die we hier hebben, de budgetten die we hebben. Voor een deel is het, pleisterwerk, hè? Dus nu helpen, maar voor een deel is het ook preventief. En dat laat zich pas uitbetalen, laat zich pas zien in de trends waarschijnlijk over een aantal jaren, als de kinderen die het betreft zelf volwassen zijn en zelf een inkomen hebben, dus de intergenerationele armoede, om dat prachtige woord maar eens te gebruiken, dat we dat kunnen doorbreken. Maar ik weet niet zeker of wij dan allemaal nog aan deze tafel zitten, als we het effect van ons beleid kunnen zien. Maar dat weerhoudt ons niet om het toch maar voor te stellen. Meerdere fracties hebben gevraagd over de grens van 18 jaar. En eigenlijk de vraag van, en wat als je 18 bent geworden? Nou, we hebben dat boekje daarvoor beschikbaar gesteld van, om ze alert te maken, attent te maken, wat allemaal op hen afkomt. Ook om hen op hun 18e levensjaar te confronteren met de gemeente die met ze mee wil denken en naast hen wil staan. Maar we hebben, en daar komen we volgend jaar in uw raad over te spreken, dan het minimaal beleid van 18 tot, tot zolang het nodig is. En in die nota gaan we dat soort elementen betrekken, want ja, daar kan ik nu aan de hand van de kindnota tot 18 jaar nog niet zo over zeggen. Ik heb er helemaal meningen over, maar dat zou ik jammer vinden als de discussie daarover gaat. En natuurlijk proberen we daar een warme overgang te realiseren. Dat boekje is daar denk ik wel een aardig voorbeeld van. Dat geldt trouwens, hetzelfde verhaal voor die schuldenstress. Dat is met name bij de ouders waar het voor geldt. Dat is niet zozeer bij de kinderen. Dit pakket is echt op de kinderen gericht. En de armoede rondom de ouders die de armoede zouden beleven. Daar kom ik volgend jaar op terug in de nota minimabeleid. Kinderen met een beperking, nou, over het algemeen hebben wij die kinderen sowieso al in beeld. En als er echt andere maatregelen nodig zijn, maatwerk vervoer naar school enzovoort, die proberen op andere manieren aan te vullen. Dus het is niet zo dat kinderen met een beperking zijn uitgesloten van deze regeling. Ik kan me niet voorstellen, ik zou het niet eens willen. Ik weet niet of dat uw vraag is, meneer Wildvang, maar anders dan hoor ik nog even hem. In de tweede termijn. Het aantal kinderen wat we willen bereiken. Nou, dat is meer dan we hadden. We hebben de norm opgehoogd.
We hebben de manier hoe we het berekenen ook wat opgehoogd. Hè. Dus we kijken niet alleen naar het, dat is ook een technische vraag van gemeentebelangen over. We kijken niet alleen naar het netto inkomen van mensen. Maar we houden ook rekening met een deel van het loon wat soms beslag op ligt. Hè. Dus je kunt best een hoger netto loon krijgen waarmee je buiten alle normen zou vallen en dus niet mee zou kunnen doen. Mocht daarvan een deel beslag op liggen en je komt dus onder de streep, onder de norm uit, dan kunnen ook jouw kinderen gewoon meedoen met deze regeling. Dus we hebben op twee manieren proberen de groep, de vijver te vergroten waar we in kunnen vissen. En dus ook meer kinderen willen bereiken. We hebben er wel voor gekozen om het bedrag wat de kinderen tot nu toe ter beschikking kregen, 400 euro, om daar niet aan te torren. En we hebben dus wel gezegd, van, nou, dan moeten we denk ik met dit percentage uit kunnen komen. Ga het percentage ophogen, dus meer kinderen. Dat betekent of een lager bedrag per kind. Nou, dat heeft ook weer een ongewenst effect, want dan ga je dus een groep groter maken. Maar de mensen die het niet van het hardst nodig hebben, moeten daarvoor inleveren. Dat voelt ook niet helemaal goed. Het is wel solidair, maar verkeerd om, denk ik. Daar moet meer budget bij en die vrijheid heb ik niet gevoeld. Zo simpel is het. En dat geldt, ik denk ook gelijk het antwoord op de vraag van het budget. Als het tekort is, wat doen we ermee? Als het overschot is? Nou, u kent de systematiek in ons sociaal domein dat we daar een hek op hebben gezet. Dus binnen het sociaal domein moeten we het zien te rooien, meneer Van Leeuwen en ik. Dat lukt nu toe nog aardig. Einde van het jaar maken we de balans op. En dan op dat moment is het de algemene middelen. Dus tot die tijd budget over, nou, dan wordt het aan andere hele goede dingen in hetzelfde domein besteed. En aan het eind van het jaar aan andere goede dingen. De suggesties van Jong Dalfsen hebben zoveel mogelijk als input gediend voor de nota die geschreven is. En als u zo doorheen leest, dan kunt u ook veel herkennen in de teksten van wat de jongeren hebben aangedragen. Het is een waardevolle actie geweest om ook de jongeren daarmee te betrekken. En waarmee ze ook de vraag gesteld hebben aan alle jongeren. Hè? Want als we alleen de vraag gesteld zouden hebben van, leef je in armoede? Nee. Daar mag je niet meer meepraten. Dat hebben we niet aangedurfd. We hebben het eigenlijk aan iedereen gevraagd, zodat ze ook dat niet hoeven te prijs te geven. En dat is ook wel verrassend om te zien dat ze, bijna iedereen kent wel iemand waarvan zij verwachten dat hij niet goed rond kan komen. En dat vind ik mooi om te zien. En daar hebben ze ook echt wel een mening over hoe ze daarmee om willen gaan. En dat hebben zoveel mogelijk verwerkt. Voor zover dat de gemeente betreft. We hebben de differentiaties in leeftijd hebben we niet aangedacht. In zoverre, ik heb niet willen tonen aan het bedrag per kind. Omdat je de nieuwe regeling aan zich al verrassend en veranderend genoeg is. En ik ook echt hoop dat we de gelden echt alleen maar aan het kind besteed gaan worden nu. Terwijl die vorige regeling ook wel de neiging had om ook anders ingezet te worden. En dus mocht blijken dat het gelden overblijven bij het enige kind en bij het andere kind heel veel tekort komen. Dan moeten we daar eens over na gaan denken. Hetzelfde geldt voor het sparen. Volgens mij is dat niet aan de orde nu. Je krijgt zoveel euro per jaar. Punt. Net zoals je bijstand niet op kunt sparen. Want ik doe dit jaar wat minder dan volgend jaar al twee keer bijstand. Dat kan niet. Het is een bijzondere bijstand en die maakt het eind van de jaren de balans mee op. Inspraak, de gemeentebelangen. Ja, dat is wel een aardige vraag. We hebben met het boekje, dat persbericht, ook nog een keer de suggestie gedaan van u mag inspreken. En het klopt inderdaad dat het wel heel erg laat kwam. En dat had voor deel te maken met het drukken van het boekje. Heel stom. De digitale media hebben het nog wel kunnen publiceren. Het is niet zo dat het voor de eerste keer bekend was. Dus we hebben nog een keer extra aandacht op willen vestigen. En dat is wel aan de achterkant van het proces gebeurd. Dus beperkt, ik weet het. Maar gezien het feit dat organisaties, maar ook een individu gereageerd hebben, is het blijkbaar niet helemaal onzichtbaar geweest. En eerlijk gezegd, ik had ook de verwachting dat, ook gezien het aantal reacties, de inspraakreacties, dat mensen ook gewoon tevreden over zijn en mee in kunnen stemmen.
We hebben een grote groep mensen betrokken. Jong Dals is betrokken, veel jongeren hebben gereageerd. Dus we hebben wel een hele grote groep geconsulteerd en eigenlijk veel advies overgenomen of in de geest van de adviezen verder gewerkt. We hebben deze regeling, en dat is een van de krachten van deze regeling, is dat we over de grenzen heen gaan van de vorige grens die we hadden. We hebben een jeugdcultuurfonds, potje, we hebben een jeugdsportfonds, we hadden nog een regeling en nog een regeling. Het is één nota waar alles bij elkaar samenhangt, waar we één keer er goed naar kijken. En daarmee ook geluisterd naar de roep van de Raad voor één loket. De voorzitter noemde het al eventjes. Maar ook toegankelijkheid, laagdrempelig enzovoort. Zwemles, volgens mij is het zelfs genoemd in het document, in het beleidstuk. Maar ik kan me voorstellen, er staan zoveel voorbeelden in dat het ontschoten is. Wat mij betreft, of via jeugdsportfonds of via het kindpakket. Maar ja, dat is juist een van de regelingen die je heel graag wilt. Dat alle kinderen in Dalfsen kunnen zwemmen als ze op de vecht aan het spelen zijn. Ik moet er niet aan denken dat het anders is. Dus ja, linksom en rechtsom, die vergoeding is mogelijk. En voor wat betreft het financiële plaatje, hoewel ik econoom ben, ik kan niet op alle dingen antwoord geven nu, omdat ik het gewoon even niet scherp heb. Maar dat laat ik u toekomen voor de raadsvergadering. Kijk, een paar boze gezichten van de rechterkant. Oh, verbazende gezichten, gelukkig. Of de uitvoeringskosten ook in de twee ton zitten, ik weet het gewoon echt even niet. We hebben hier genoeg aan, we kunnen hier zoveel kinderen mee bereiken enzovoort. En of het er wel of niet in zit, misschien ook iets minder relevant dan. Mocht het er niet in zitten, dan zorgen we dat het gedekt is in ieder geval. Het komt niet aan van het krediet om de uitvoeringskosten nog een keer te realiseren. Ah, gelukkig toch beantwoord. Volgens mij heb ik de meeste vragen wel beantwoord, voorzitter. En anders verwacht ik die in tweede termijn het meedenken van de raad nog wel. Dank u wel. Dank u wel, wethouder. Ik kijk even rond of er nog aanvullende vragen zijn op uw beantwoording. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, niet aanvullend, maar nog. Ik wil nog graag antwoord op mijn vraag. Hoe dat zit met de kaders die de Raad heeft meegegeven en die we niet terugvinden in het stuk, terwijl de kaders van al die andere organisaties die u net al zo mooi noemde heel duidelijk beschreven staan, puntsgewijs, kort samengevat. Ik was benieuwd of daar een reden voor was. Wethouder? Niet anders dan dat we de gemeenteraad zodanig serieus nemen dat het als goed is alles verwerkt is. Maar ik heb geen speciale reden. We hebben de externe aan uw raad willen aangeven, hè, wat ze allemaal gereageerd hebben en we hebben inzichtelijk willen maken. En we zijn er misschien wel abusiefelijk vanuit gegaan of te gemakkelijk overheen gestapt dat de raad haar eigen kaders kende. Maar dat had ik misschien beter moeten doen. Wij kennen onze kaders heel goed, wethouder. Maar het is ook fijn als de inwoners onze kaders kunnen lezen. En ik heb niet de indruk dat onze inwoners nou allemaal op de hoogte zijn van wat hier gezegd wordt. Dus het was mooi geweest, denk ik. Ja, nou, maar voor de duidelijkheid. Ik verkeer in de veronderstelling dat alle kaders meegenomen zijn in het pakket. En dat zien alle inwoners, hè, wat u als gemeenteraad dan heeft meegegeven aan mij. En uiteindelijk dit geworden is. En daar mag u dan ook ja of nee op zeggen, of aanvullingen enzovoort. Hè. Dus het is juist een document wat ook van u zou moeten worden. En daarmee hoop ik ook oprecht dat de inwoners van de gemeente Dalfsen weten hoe de gemeenteraad hierin acteert. Oké, ik kijk nog even verder. Ja, meneer Rooijakkers, D66. Dat zei ik niet goed heb geluisterd, voorzitter. Ik had gevraagd of de wethouder kon aangeven hoe kinderen uit de doelgroep en de gezinnen waarbinnen zij leven deelgenomen hebben aan het tot stand komen van de beleidsnota. En ik heb, tenzij ik niet goed geluisterd heb, heb ik begrepen dat dat in het totale plaatje een beetje geanonimiseerd was. Een wethouder? Ja, we hebben juist geprobeerd om niet te stigmatiseren. Dus we hebben een algemene vraag via Jong Dalfs uitgezet waarmee de jongeren betrokken zijn. We hebben juist wel veel partijen gevraagd die rondom gezinnen staan. Dus daarmee ook hun gevraagd van waar zou het beter kunnen. De participatieraad hebben natuurlijk gevraagd. Die heeft ook uitgebreid gereageerd en meegedacht. En het uitvoeringsplan, daar waren nog misschien
en de uitvoering beter kan, nou, dan moeten we eens kijken. Maar sowieso moeten we met een jaar evalueren en vragen aan de mensen die gebruik gemaakt hebben van de regeling, die kennen we dan wel, hoe ze het ervaren hebben. Maar ik kan op dit moment dat nog niet zo goed doen. Akkoord. Dan denk ik dat we over kunnen gaan naar het opinierende gedeelte. En wie mag ik als eerste het woord geven voor de opinie? Mevrouw Schiphorst, CDA. Dank u wel, voorzitter. CDA-fractie die wordt blij van de opzet en de gedegen aanpak in dit beleidsplan. En dat is een beetje tegenstellig, of tegenstrijdig moet ik zeggen, bij het onderwerp armoede voor kinderen tot 18. Maar in ieder geval, het is goed leesbaar, het is breed ingezet en al onze ingebrachte suggesties zijn opgenomen en uitgewerkt. En we hadden er nogal wat. Onze complimenten daarvoor en we vinden het fijn dat u goed heeft geluisterd. En het gaat natuurlijk om de uitvoering. In de zienswijze zijn een aantal kritische punten aangedragen en daar is ook wat mee gedaan. En het gaat er niet om wat we bedenken, maar het gaat erom wat we ermee doen. Veel kinderen groeien op in relatieve armoede en de statistieken geven aan 1 op 8. En dat is voor ons onacceptabel. Kinderen moeten de kans krijgen zich volledig te ontplooien en volop mee te doen aan de maatschappij. Zonder mitsen, zonder maren. Armoedebeleid is voor ons meer dan het verstrekken van uitkeringen. En u gaf al aan in het minimabeleid voor de 18-plussers volgend jaar te verwachten in te gaan op het project Schuldenstress te lijf. En daar wachten we dan ook op. Over preventie. Er is goed aandacht voor vroeg signalering en preventie en dat is belangrijk. En er is ook aandacht voor kinderen uit gezinnen van kleine zelfstandigen, MKB'ers, agrariërs. En het is fijn te lezen dat onze vraag om aandacht voor die kinderen een opvolging krijgt. Over de communicatie. We moeten proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken. Dat bereik was tot nu toe vaak onvoldoende. En dat kan komen door onbekendheid met de regelingen, het denken er geen recht op te hebben, ingewikkelde procedures, schaamte, trots of een taalprobleem. En als we de plannen rondom de communicatie nu lezen, zijn we blij verrast. En we willen u met nadruk meegeven dat dit doorlopend aandacht moet krijgen. We lezen echter niets over het meldpunt armoede anoniem. Niet als middel, maar ook niet onder het kopje communicatie. En misschien is het mogelijk dat u daar nog iets over zegt. Nogmaals, het gaat niet om wat we bedenken, maar het gaat erom wat we doen. Het ultieme bereiken, en u gaf aan, het ultieme voor u, is dat we in Dalfsen kinderen geen last meer hebben van het inkomen van hun ouders. Nou, daar, laten we daarvoor gaan. Kinderen moeten de kans krijgen zich volledig te kunnen ontplooien en volop mee te doen aan de maatschappij. Zonder mitsen, zonder maren. En we zijn ons ook wel bewust dat armoede in Dalfsen niet, dat wij dat niet kunnen voorkomen. Maar we kunnen wel zoveel mogelijk ondersteuning en hulp bieden om voor die kinderen een waardig bestaan en toekomstperspectief te bieden. En daarbij wensen wij u veel wijsheid en sterkte toe. En wij stemmen in met alle voorstelvragen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Schiphorst. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een mooi plan waarin ambitie en betrokkenheid te lezen valt. We vinden dat ook belangrijk om te benoemen. In het verleden hebben wij, heeft deze raad, vaak gevraagd om een stevig armoedebeleid. En het is mooi dat het er nu ligt. Onze dank daarvoor. We zijn ook blij met het hele traject van inspraak, meedenkende jongeren, allerlei maatschappelijke organisaties en ook de participatieraad. Sterke punten vinden wij, de keuze voor, één beleid voor 0 tot 18, een beperkte vermogenstoets en de ophoging naar 120%. En daar zijn we het dan ook van harte mee eens. Ook de aandacht voor opvoedondersteuning vinden we belangrijk. Hiernaast hebben we een aantal punten waar we aandacht voor willen vragen. Het eerste is het digitale platform. Dat is prachtig, ook omdat mensen dan niet naar een loket hoeven te gaan. Maar denk aan laaggeletterden en digibeten en zet daar ook de communicatie op in. Wat dat betreft is een stukje onder communicatie niet zo'n goed voorbeeld als ik lees over het inzetten van nudging en een PR-toolkit. Tweede punt. We zijn het eens met een uitkering in natura en we vinden de redenen daarvoor ook goed. Hè, dat mensen dus inderdaad als gevolg van armoede verkeerde beslissingen kunnen nemen. Waar we wel voor willen waarschuwen is niet te veel te willen bepalen voor de mensen. Voor te veel betutteling. Laat mensen vooral zoveel mogelijk zelfverantwoordelijk blijven. En dat haakt ook een beetje aan het vorige punt.
communicatie. Zorg dat mensen vooral zelf hun formulieren kunnen invullen. Hulp daarvoor aanbieden bij een bibliotheek is prachtig, maar het begint eigenlijk aan de verkeerde kant. Dan moeten mensen weer hulp gaan zoeken. Dus zorg dat mensen het vooral zelf kunnen doen. Preventie voortzetonderwijs. En er wordt genoemd dat het moeilijker is omdat veel leerlingen buitendaalse voortzetonderwijs volgen. En er worden acties genoemd, prima acties. We willen graag een puntje toevoegen. En dat is dat de basisscholen hier met name in groep 8 aandacht aan geven. En dat het onderdeel is van hun voorbereiding van de leerlingen en hun ouders op het voortzetonderwijs. Ouders komen dan voor veel meer uitgaven te staan en zullen dan de ondersteuning ook nodig hebben. De aandacht voor een goede aansluiting 18+, daar werd in de vragenronde ook aandacht voor gevraagd. Zorg voor een goede en warme overdracht van deze jongeren. En nog een tip erbij, zorg dat het Nibud-boekje ruim op tijd voor de 18e verjaardag wordt opgestuurd, zodat jongeren zich echt op tijd kunnen voorbereiden. Ik kom nog even terug op onze vragen. Ik heb gevraagd naar een differentiatie. Ik wil er nog even over nadenken in de fractie. Want wij zijn wel voorstander van een differentiatie naar bedrag. En misschien is het nu te kort om het mee te nemen, maar dan toch zeker in de evaluatie die hier aankomt. Dus maar dat punt wil ik nog even mee terugnemen. Ik heb al de evaluatie genoemd. We worden graag op de hoogte gehouden van de eerste evaluatie. Zeker als het gaat om meten en sturen. Is het belangrijk dat we daarin worden meegenomen. Samengevat, voorzitter, een mooi en ambitieus plan waar betrokkenheid uitspreekt. We zijn enthousiast over de grote lijn. We hebben een paar aandachtspunten genoemd. Goede toegankelijke communicatie, verantwoordelijkheid ouders hoog houden, letten op de overgang van het basisonderwijs naar het voorzetonderwijs en bij 18+. En zoals ik al noemde, het laatste is die differentiatie naar leeftijd. En dat punt neem ik, zoals gezegd, nog even mee terug naar de fractie. Dank u wel, mevrouw Lasje. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een prachtig document, goed leesbaar, overzichtelijk en ik sluit me aan bij mijn voorgangers die zeiden van het is mooi. En al past dit misschien niet helemaal bij de inhoud van het onderwerp. We vinden het mooi dat het bij het aanvragen van de regeling wordt gekeken naar het netto besteedbaar inkomen. Dit biedt ruimte. De voetnoot over het netto besteedbaar inkomen mag wel wat concreter worden. Hij wekt wat verwarring op en vandaar ook onze technische vragen. Die creëren wel weer duidelijkheid, dus ik wil u vragen om dat mee te nemen bij de uitwerking. En we vragen u in deze om vooral op maatwerk te blijven bieden, maar ik twijfel niet over dat dat gaat gebeuren. Gemeentebelang heeft vorig jaar bij de behandeling van het armoedebeleid gevraagd om de gevolgen van de ophoging van de inkomensnorm voor de kindregeling, om deze in kaart te brengen. Dat bleek een lastige, in het voorjaar is er nog een gesprek over geweest met de wethouder. We leken elkaar niet helemaal te vinden, wel over het doel, niet over de weg ernaartoe. Maar we zijn blij te lezen dat dit toch een voortgang heeft gevonden en dat we nu naar die 120% gaan. Ik denk dat dit een prachtig middel is om meer kinderen te bereiken en zo meer kinderen mee te kunnen laten doen. En de kleinsmaatmiddelen zijn daar natuurlijk een goede hulp bij. Betekent echter wel dat er nog iets nodig is aan publiciteit en communicatie. En dat lezen we ook terug in het beleidsplan. Maar daarbij sluit ik me aan bij mijn voorgangster, bij mevrouw Lasje. Het mag nog wel iets concreter en wat meer bij de, nou qua terminologie, passend bij de doelgroep. Laat ik het zo maar noemen. Maar goed, dat communicatieplan komt er en dat zal ongetwijfeld goed komen. Homestart. Mooi, heel mooi, want ook dat is een van de punten die wij tijdens de behandeling van het armoedebeleid vorig jaar hebben genoemd. Je kunt het noemen schuldenstress, maar als ouders financiële problemen hebben, kan dat enorme consequenties hebben voor de opvoeding van hun kinderen. Want daar is geen ruimte meer voor. En op het moment dat homestart in het gezin ingezet kan worden, kan je wellicht voorkomen dat er op latere leeftijd grotere problemen ontstaan. Neem niet weg dat als het nodig is, er toch echt professionele instanties in moeten met mensen die daarvoor geleerd hebben. Maar dat zegt niks over dat homestart niet professioneel is, want dat is natuurlijk wel het geval, maar tot een bepaalde hoogte. Digitaal kindpakket, mooi, ook al iets over gezegd. Het mag geen drempel worden voor mensen die moeite hebben met of het digitale tijdperk, of laaggeletterd zijn. En dan moet er een makkelijke manier zijn om thuis een stukje ondersteuning te krijgen bij die formulieren. De zorg in natuur, of zorg in natura, het is geen zorg, maar het kindpakket in natura, een goed idee.
De zienswijzen die zijn ingediend, die neemt u mee of over. En ook dat is mooi, want het zijn goede gesprekspartners die hier een rol in hebben. En de leeftijdsgrens van 0 tot 18 juichen we toe. Zeker wanneer dat betekent dat ouders hierdoor maar één keer hun gegevens hoeven door te geven of iets aan te vragen in plaats van bijvoorbeeld drie keer. We vragen aandacht voor de overgang van 18 naar 18 plus. Ook al eerder gezegd, het boekje is een heel mooi middel daarvoor. Maar toch zijn er ook nog wat haken en ogen. Maar goed, ook daarvan heeft u al gezegd, daar komen we op terug. Goed, als slotopmerking wil ik het houden bij dat deze regeling er voor de kinderen is en de regeling zelf dus nooit een obstakel mag worden. En daar wil ik het bij houden. Wij kunnen instemmen met alles wat hiervoor ligt. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Kappert. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Dat laatste was een hele bondige samenvatting van de opinie. Ik merk dat we toch een beetje richting verkiezingstijd gaan, want hier en daar wordt het hele voorstel volgens mij voorgelezen. Ook D66 was groot voorstander van een goede uitgangspositie voor de kinderen te creëren. Daar hebben we gesproken in perspectiefnota's en begrotingen. En we zijn ook blij met één nota, één loket, prima, laagdrempelig enzovoorts. Ik vind het alleen jammer, en wat dat betreft denk ik mij samen met de ChristenUnie, dat die 400 euro per kind toch als een vast bedrag genomen wordt. We hadden bijvoorbeeld ook nog wel ideeën erbij dat je misschien zou kunnen zeggen van nou, er zijn van die momenten dat je misschien wat meer nodig hebt of wat minder nodig hebt. Als je naar de middelbare school gaat en je hebt een laptop of iets anders nodig, dat je dan misschien het jaar daarna niks meer krijgt of andersom. Dat je daar wat maatwerk kunt leveren. En zoals ik nu begrijp is het toch niet mogelijk om maatwerk te leveren omdat je praat over een vast bedrag per kind. Daar pleiten wij voor en misschien dat dat nog nader kan worden onderzocht. En voor het overige ondersteunen wij het beleidsplan van harte. Dank u wel. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik om te beginnen zeggen dat we het een prima stuk vinden, prima notitie, waarvoor echt complimenten. En hetzelfde geldt ook voor de uitwerking van de inspraaknotitie. Er zitten een paar onderdelen in waar we erg blij mee zijn, met name de wat meer integrale aanpak, de aandacht voor de 18-plussers, het verhogen van de inkomensgrens naar 120%, dat is al een jarenlang gekoesterde wens van de Partij van de Arbeid. En de digitale uitvoering van de cadeaubon, wat het probleem van die stigmatisering wat voorkomt, dat spreekt ons ook wel aan. Naar aanleiding van de inspraak wordt ook huiswerkbegeleiding meegenomen. Ook een goed idee wat ons betreft. En zeker het laatste puntje waar ik nog van wil maken is de kleinsmaatmiddelen, zoals u daarmee om wilt gaan, wat ons betreft ook prima. Er zijn een paar aandachtspunten die ik toch nog even wil noemen. Armoede is vaak niet het enige probleem. De bestrijding daarvan is wel van groot belang om andere daarmee samenhangende problemen vaak op te lossen. Dat wordt ook gedeeld, die conclusie wordt ook wat gedeeld door de sociale kernteams. En om die reden zijn we ook van mening dat er ruimhartig met het budget moet worden omgegaan. Niet zozeer het geld is het eerste uitgangspunt wat hier zou moeten gelden, maar het gezin, het kind, uit de armoede halen. Dat is het primaire doel. Nou, preventie is een goede zaak, vanuit de gedachte beter voorkomen dan genezen, want op armoede berust een behoorlijk taboe. En in het verbreken van dat taboe kunnen scholen een belangrijke rol vervullen. Dus onze suggestie zou zijn, richt u bij preventie niet uitsluitend op die armoedekant, maar we vliegen het wat breder aan. Nou, dan zegt u, de samenleving is aan zet. Helemaal mee eens. We verwachten in de uitvoeringsnotitie daar ook ruim aandacht voor. Echt ruim, meer ook dan alleen maar een aantal voorbeeldprojecten zoals die nu worden genoemd op bladzijde 10. Daar spelen een heleboel organisaties een rol, meer dan die nu genoemd zijn. En tenslotte, maar dat is meer een reactie op de opmerking van de wethouder zelf, mag hij wat mij betreft best de vrijheid voelen om het budget op te hogen. U voelde die vrijheid niet, nou voor mij mag u hem met alle plezier voelen. Verder kunt u instemmen met de notitie? Ja. Excuus, voorzitter. Verder kunnen wij helemaal instemmen met de notitie zoals die er ligt. Dank u, meneer Wilsvang. Meneer Veldhuis, VVD. Ja, dank u, voorzitter. Armoede, een belangrijk onderwerp wat hele serieuze aandacht verdient. Belangrijk dat we voor deze groep apart aandacht hebben, de groep van de 0 tot 18-jarigen. Dank voor het beleidsplan. Het straalt ambitie uit. Dit plan is uitermate goed leesbaar. Het leest als een soort krant. Helder taalgebruik, waardoor goed te volgen is wat we mogen verwachten. Veel vragen die we vooraf hadden, worden beantwoord in dit plan. Complimenten dus ook aan de ambtelijke organisatie hiervoor.
We zijn blij te zien dat Jong Dalsen bij dit plan is betrokken, zodat we goed kunnen zien wat er onder deze doelgroep leeft ten aanzien van armoede. Afgelopen vrijdag bleek ook bij het jongerendebat dat dit onderwerp leeft onder jongeren. Het is goed te zien dat de oude regelingen plaatsmaken voor het digitale kindpakket. We verwachten dat hiermee de administratieve romslomp en kans op oneigenlijk gebruik is afgenomen en dat de regeling laagdrempelig wordt voor degenen die er gebruik van maken. Huiswerkbegeleiding vinden we een heel geschikt product wat opgenomen moet worden in het digitale pakket. We roepen de wethouder hier dan ook toe op. We hebben gezien dat hij hier ook al naar gaat kijken, maar bij deze ook even de oproep om dat ook dan daadwerkelijk te gaan doen. Het draagt goed bij aan de focus op de ontwikkeling van het kind. We hebben één aandachtspunt wat ons betreft. We vragen de wethouder wel om beleidsindicatoren te koppelen aan dit beleid, om zo het succes van de regeling te kunnen monitoren. Als we namelijk stellen dat iedereen mee moet kunnen doen, moeten we als gemeente wel in kaart hebben of we hieraan voldoen. Daarbij zijn we niet op zoek naar allerlei nieuwe indicatoren, maar je moet het effect van het beleid wel meetbaar maken. Voor de rest gaan we akkoord met het voorstel en wensen het college en de organisatie succes bij het uitvoeren van het beleid. Dank u. Dank u wel, meneer Veldhuis. Ik richt me nog even naar de wethouder. Kunt u nog iets meer zeggen over de differentiatie? Want de ChristenUnie wil dit in de fractie nog bespreken, maar de overgrote meerderheid is eigenlijk akkoord met een stuk. Kunt daarom u, heb ik u gevraagd om het woord, voorzitter. Sorry, was ik even vergeten. U hebt voorkomen gelijk, mevrouw Kappert, of mevrouw Schiphorst. En dat was om te reageren op de ChristenUnie, want die gaf aan bij de vragenronde al, heeft u nagedacht over differentiatie? Nee, was het antwoord van de wethouder. En u gaf aan van, jullie zouden iets zien van 0 tot 4 of 0 tot 6, ik weet niet precies hoe het zich voorstelt. De gedachte is dan van 0 tot 4 heb je minder dure spullen waarschijnlijk nodig dan wanneer je 12 plus bent en de laptop voor school nodig hebt. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte, want dat wou ik even scherp hebben. Mag ik reageren? Mevrouw Lasje? Ja, u heeft het goed samengevat. Dat is onze idee erachter. En ik hoorde ook net de beantwoording. En dan gaat het al. Het lijkt er dan op dat kinderen boven de 12 moeten kiezen over een laptop voor school of bijvoorbeeld sporten. Of over een schooluitje dat zo belangrijk is voor die leeftijd. He, wat de kinderen meedoen. En je kan niet meedoen met een uitje omdat je er geen geld voor hebt. Dus ik vul iets aan wat u inderdaad goed hebt samengevat. Maar ik vind wel een onderwerp waar ik echt nog even over na wil denken. Of waar wij nog even over na willen denken. Is het misschien een suggestie dat de wethouder is aangeeft in hoeverre op basis van de demografische bekende gegevens dat nu aan de orde is of over een paar jaar. Ik weet niet of dat heel gemakkelijk is. Ik kan me voorstellen dat je er ergens een sommetje op loslaat om helder te krijgen of dan het budget. We hebben gezegd het budget mag niet geplafonneerd, nee, hoe heet dat? Gemaximaliseerd zijn. We moeten dat inzetten wat nodig is. Maar misschien dat de wethouder daarop kan reageren. Wethouder, een voorzet vanuit het CDA. Misschien dat u daarop kunt reageren. Ja, altijd sympathiek, zo'n voorstel. Voorzet. Voorzet dan. Dank in ieder geval daarvoor. Misschien gelijk om dat punt even te pakken. Ik snap de achterliggende vraag. Maar juist omdat we nu de groep gaan uitbreiden, is het voor mij even onduidelijk hoe groot de groep is. En is het ook erg moeilijk om daarop te gaan differentiëren en tegelijkertijd ook te sturen op budget. Want dat is de andere kant. Ik moet aan het einde van het jaar verantwoording afleggen. Mijn collega wethouder gaf al aan. Die ruimte hebben we niet. We hebben net gesproken over een bijstelling van onze ambities. We hebben nogal nadrukkelijk naar onze financiële positie gekeken. En dat bestaat niet direct bij dat we daar de vrijheid maar gaan pakken om alles te gaan doen. En ik weet het oprecht niet. Ik wil u toezeggen dat we bij de evaluatie ook eens kijken of we daar inzicht krijgen in de demografische gegevens. Hè. Dan kunnen we een beetje zien hoeveel aangevraagd is en hoeveel niet, hè, en welke leeftijdsgroepen dat zijn, of bedragen opgemaakt zijn. Het is natuurlijk wel zo dat van 0 tot 4 heb je geen scholen die ook bijspringen. Het middelbare onderwijs, als het niet te betalen is, schoolreisjes, we zijn niet de enige die meehelpen. Ik denk ook dat we dat moeten voorkomen, want de samenleving was nou juist aan zet.
En er zijn meer mogelijkheden. Dus ik denk dat het dat er voldoende mogelijkheden zijn. Maar ik wil het een beetje verwaken dat we nu op voorhand al allerlei tarieven gaan verzinnen. En het daarmee misschien nog wel complexer maken. Want dan is een kind net nog geen 18 of net nog geen 16 jaar of net nog geen... weet je, dan gaat het eigenlijk weer moeilijk worden. Dan moet je dat aanvragen op het jaar dat ze 1 januari zo oud zijn of op zoveel... Nou, snapt u ongeveer al hoe moeilijk het gaat maken met elkaar? En daar wil ik eigenlijk wel een beetje van afblijven. Dus ik zou willen voorstellen om per evaluatie hier inzicht in te geven, zodat we op basis van feitelijke informatie die keuze kunnen maken. Maar goed, het is aan u. Toch, voorzitter, even behoefte om even een paar dingen nog even te onderstrepen van mijn kant. De Home Start, dat het goed is. Er zijn mensen die daarvoor vrijwilligers geëquipeerd zijn, maar natuurlijk niet zodanig dat zij de professionals kunnen vervangen. Dus het is preventief hulp, maar natuurlijk worden professionals ingevlogen. Het plezierige is wel, als de Home Start er is, dat we ook veel eerder zicht hebben op de vraag of professionals nodig zijn. Dus we kunnen veel eerder helpen om te voorkomen, proberen te voorkomen dat het escaleert en dat we veel grotere, grovere maatregelen moeten nemen met een veel grotere, heftiger impact. Dus helemaal eens wat u aangeeft. Verder, armoede anoniem. Was nog een vraag die ik nog kreeg. Ik weet het oprecht niet, daar staat hier niet in genoemd als een van de communicatieonderdelen. Overigens wordt communicatie door heel veel fracties genoemd. In het uitvoeringsplan wordt dat nog veel verder uitgewerkt en veel concreter gemaakt. Enzovoort. Maar ik heb uw suggesties genoteerd en zullen er zeker bij betrekken. Mocht armoede anoniem nog bestaan, dan doen we dat er zeker bij. En zo niet, daar kom ik daar nog even op terug. Want dat heb ik even helemaal niet scherp. Excuses daarvoor. Digibeten, met betrekking tot communicatie. Ja, natuurlijk proberen we dat te doen. We proberen daar ook bibliotheken, hulp. Ze mogen ook echt hier komen, daar hebben we ze ook. We hebben dit op een hele laagdrempelige manier gemaakt. Om te voorkomen dat het stigmatiserend werkt. Hè. De PvdA gaf het ook al even aan. Dat we de kinderen met een bonnetje moeten vragen in de winkel. Daar zijn we dan vanaf. En eerlijk gezegd, als we die mensen die digibet zijn ook in beeld krijgen, dan wil ik ook graag. Hè. We hebben net de taalcoaches gecertificeerd. Ook graag aanbieden dat we ze daarbij helpen. Zodat ze het jaar erop het alsnog zelf kunnen doen. Voor mij heb ik de meeste punten gehad, voorzitter. Ik dank u wel. Voorzitter, mag ik nog een kort aanvullende vraag stellen? Ja, ik wil eerst even de wethouder bedanken voor de beantwoording, meneer Rooijakkers. Oh, oké. De wethouder heeft een antwoord gegeven op de mogelijkheid, de vraag van de ChristenUnie naar differentiatie, dus per leeftijdscategorie. Ik heb hem gevraagd of dat ook mogelijk is om maatwerk te leveren, dat het ene jaar wat meer en het andere jaar wat minder, afhankelijk van de vraag. Betekent dat u ook daar problemen ziet of ziet u daar wel mogelijkheden? Wethouder? Nou, eigenlijk gaat daar hetzelfde voor. Het is budget per jaar. Het is niet zo dat je kunt gaan sparen en dat als je 18 jaar bent, 5 keer 400 euro kunt cashen of zo. Hè. Dat zijn hele. Ik noem het even als voorbeeld, want dan begrijpt iedereen van, nou, dat is wel stom. Je kunt ook niet naar voren werken, want als mensen daarna niet meer aan de norm voldoen, moeten ze het weer terugbetalen. Dus dan per jaar, dan verantwoording, kom ik gezinnen in de problemen. Kom alsjeblieft langs, want dan kunnen we misschien buiten deze regeling om wel maatwerk leveren. Maar dan kunnen we ook in gesprek hoe we dan verder komen. Want het is even broed voor de kinderen. En ik heb het eerder aangegeven, volgend jaar komen we ook over het beleidsplan vanaf 18 jaar te spreken. En ik denk een aantal van deze suggesties daar heel goed in thuis horen. En ik verwacht dan ook daar weer aan te treffen. Dank u wel, wethouder. Mevrouw Lasje. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank aan de CDA-fractie om inderdaad eventjes wat nadere vragen te stellen aan de wethouder voor zijn antwoord. En ik wil ook niet. Ik zit even te denken of het handig is om nog te vragen om een uitwerking van het idee van differentiatie voor de evaluatie. Want de evaluatie staat volgens mij gepland voor volgend jaar al, 2018 of 2019. Ik denk dat het goed is om een jaar te draaien, ja. Om te evalueren. En dat betekent dus dat we in 2019, denk ik, want hij komt in mei, is echt operationeel. En dan in september al te gaan evalueren is wat op basis van heel weinig gegevens.
Dus ik denk dat we in 2019 hierover spreken. En mag ik dan, kan de wethouder dan toezeggen dat het idee van differentiatie meegenomen wordt? Van wat houdt er nou in? Welke mogelijkheden hebben we? Dan is daar gewoon tijd voor. Dat kan ook meegenomen worden in de evaluatie. Hè? Want u zei van ik heb de cijfers niet. Ik wil niet iets toezeggen wat ik niet kan waarmaken. Maar we zouden heel graag dat het meegenomen wordt. En dat we dat terugkrijgen bij de evaluatie. Vraag aan de wethouder. Ja, oké, maar ik heb al gehoord dat de wethouder dat toegezegd heeft. Tenminste, ik heb dat als toezegging al genoteerd. Klopt toch, wethouder? Nou, wat ik heb willen toezeggen, en misschien maar goed voor de griffier om dat dan maar zo te noteren, is dat we met een jaar draaien voldoende informatie hebben om te kijken of het een probleem is. Of het echt knelpunten ontstaan. En op het moment dat het geval is, we gaan kijken naar de alternatieven. Waaronder differentiatie best een goede optie lijkt te zijn. Maar om nu al aan te geven dat ik over een jaar met een voorstel ga komen voor differentiatie, terwijl het misschien helemaal geen probleem is, vind ik ook gewoon jammer. Voorzitter, ik heb niet gevraagd om maar met een voorstel te komen. Ik heb gevraagd om het idee van een differentiatie mee te nemen in de evaluatie. Dat is volgens mij iets anders. En als ik het nu goed heb, dan zegt u dat dan toe, dat u dat idee mee zult nemen? Want ik vraag niet om een voorstel, maar wel om het mee te nemen. Ja, en ik heb het ook niet flauw willen afdoen, hoor. Ik heb willen zeggen, als het geen probleem blijkt te zijn, iedereen is met €400 maximaal gelukkig en er zijn helemaal geen knelpunten gebleken, dan heb ik niet zo heel veel behoefte op dit moment om u toe te zeggen dat ik dan ga voorstellen met differentiatie. Dus, maar mocht het wel knelpunten zijn, dan vind ik dit een goede suggestie om mee te nemen. Dank u voor deze discussie die even heel breed werd. Alle partijen, of op één partij na, die zijn akkoord met dit voorstel. Er is wat een discussie geweest. Ik weet niet hoe u nu denkt, mevrouw Lasje, maar ik wou dan anders voorstellen om het als akkoordstuk naar de Raad te brengen. Eventuele stemverklaring van de ChristenUnie. Voorzitter, op basis van het laatste gesprek kunnen wij instemmen en wat ons betreft kan het als akkoordstuk naar de Raad. Dank u wel. Kunnen we inderdaad concluderen dat het als akkoordstuk naar de Raad gaat. Ik heb een toezegging gehoord van de wethouder dat hij het communicatieplan in het uitvoeringsplan verder mee zal nemen. En dat er ook vanuit de commissie op aangedrongen is voor een warme overdracht. En wat is mooier dan een warme overdracht? En daarmee wil ik dit agendapunt afsluiten. We gaan met agendapunt 6 van de agenda. Verlenging en wijziging GR uitvoeringsorganisatie jeugdzorg. Wederom de verantwoordelijk wethouder de heer Uitslag. Ook dit stuk is voorbereidend besluitvormend. In december 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de regionale visie op de jeugdhulp, waarbij ook de gemeenschappelijke regeling voor een jaar verlengd is. Er is nu bijna 3 jaar ervaring opgedaan met een gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringorganisatie voor de jeugdhulp. De meerwaarde van deze samenwerking is volgens het college gebleken en daarom wordt voorgesteld het te verlengen. De raad moet voor verlenging toestemming geven. Er is vorige week nog een kleine correctie in het voorstel doorgevoerd. Er was een deel van een woord weggevallen. Dit is geel geasseerd. In 2 ronden vragen en opinierend, wie mag ik in de vragenronde als eerste het woord geven? Meneer Veldhuis? Nee. Ik begrijp dat er min of meer een technische aanpassing is, voorzitter. Ik heb geen vragen. Meneer Wilsvank? Ik heb één technische vraag, misschien dan toch wel. Er wordt een contractduur van 4 jaar voorgesteld. We hebben 3 jaar ervaring, wordt als motivatie eronder gelegd, u zei het net ook al. Maar dit is wel een vrij bewegelijk gebied. Zijn er überhaupt mogelijkheden om gedurende die 4 jaar nog eens over dat contract te praten? Of zitten we er echt 4 jaar aan vast op de manier zoals het er nu ligt? Dank u wel, meneer Wilsvank. Ik denk dat niet. Meneer Ellenbroek, gemeentebelangen. Ja, voorzitter. Ik heb een tweetal vragen. De aanpassing biedt de mogelijkheid om enkele taken zoals facturering lokaal uit te voeren. Mijn vraag is of Dalfsen zelf factureert en zo ja, welke voordelen dit biedt. En dan heb ik nog een vraag. Ik weet niet helemaal of die hier betrekking ook heeft, maar ik neem hem toch mee.
Is het waar dat enkele zorginstellingen niet meer met de regio IJsseland willen werken en waarom is dit? Dank u wel, meneer Ellenbroek. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u voorzitter. Ik sluit graag aan bij de vraag van de PvdA. Dat was ook onze vraag. 4 jaar vinden wij best wel een lange periode in dit woelige veld. Dus we zijn graag benieuwd naar de reden hiervoor. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer Uitslag, aan u het woord. Ja, voorzitter, wat voor ligt is het voorstel om de GR een GR voor onbepaald tijd te maken. En heel kort gezegd, er zijn 2 redenen. Volgens de wet waarop de gemeenteraad kan zeggen dat willen we niet. En die staan in het stuk. En ik moet eerlijk zeggen, ze staan er wat verkapt in. Dat is op de tweede bladzijde staan ze. Dus de toestemming kan alleen worden onthouden als we in strijd met het recht handelen of in strijd met het algemeen belang. En dat is ook eigenlijk de 2 juridische haakjes die er zijn. Meer ook niet. Want ik vind het wel goed om dat eventjes scherp te maken. Ik wil graag alle vragen beantwoorden, maar voordat we een hele discussie krijgen over het functioneren van de BVO, want daar kan me ook van alles bij voorstellen dat ik daarover zou willen spreken, lijkt me goed om dat even scherp te krijgen, anders krijgen we straks misschien wel een verkeerde conclusie. Dus helpt me onthouden dat we het hier slechts over hebben. Het contract dat we aangaan, dus we zijn lid van de GR voor onbepaalde tijd. En daarbij kan het zijn dat de contracten wat langer zijn, hoe we met elkaar afnemen. Ja, over alles is te spreken, maar we moeten ook ergens spreken hoe je het gaat doen. En er staat ook wel argumenten in hoe we tijdens de rit ook kunnen wijzigen. Er moeten zoveel procent van de mensen mee eens zijn enzovoort. Ja, om goed te kunnen inkopen heb je ook wel langere contracten nodig. Dus het is ook een beetje van de zekerheid die je ook graag aan de zorgaanbieders wil geven. Dat betekent dat wij iets minder flexibiliteit kunnen hebben. Dus dat is een beetje geven en nemen. Een van de onderdelen die we dus met de BVO anders gaan doen dan een aantal andere gemeentes, we doen samen met de 3 anderen geloof ik, is dat we zelf willen gaan factureren. Ik gaf het al even aan. Dat doen we omdat we, dit is wat technisch, maar een groot deel van de facturen, die zouden, als het allemaal mainstream was en een appeltje eitje was, zou het allemaal via een standaardprocedure, helemaal lean, gebeuren. Nu is het zo dat er een behoorlijk groot deel uitvallen, of van die moet nog nagekeken worden. Alleen de mensen die binnen de BVO zitten, mogen op basis van de wet privacy niet zien op welke personen het gaat. En dan moeten ze dus naar de gemeente toe. Dan moet de gemeente dat we aanvullen welke het is. En dan weer terug. En dat geeft zoveel vertraging in de verwerking van de administratie, van betalen. Maar ook in het informatie toe kunnen sturen aan de raad. We kunnen monitoren actief als college en als ambtenaren. Dat we gezegd hebben, eigenlijk willen we daarvan af. Het kost ons nu zoveel extra tijd dat het weinig extra meer kost om het dan maar allemaal te doen. Dus dat is weer het hoofdproces geworden. En niet de uitzondering. Met name hebben we ook, zijn we veel beter aan het roeren en veel beter zicht op de materie, zodat we veel eerder kunnen schakelen mocht het wel nodig zijn. En dus dat is wat we als gemeente Delft samen met Omhardenberg en nog 1 of 2 anders gaan doen. Dat waren voor mij gevoelde vragen, voorzitter. Nee, ik had nog een vraag. Meneer Ellenbroek. Ik had nog een vraag over de zorginstellingen die niet meer met de regio IJsseland willen werken. En waarom is dit? Ja, excuus, die had ik gezien. Ik ken er 1, die stond in de krant. En ik weet dat we in Dalfsen ook gehad hebben. We hebben niet zo lang geleden daar nog een raadsvraag over beantwoord. En voor zover ik weet, ik ken ze uit Dalfsen niet. Wat is het dan? Ik hoop wel dat mensen moeite hebben met hoe de administratie verloopt. Nou, een van de punten waar ik net al noemde, waarom we de facturering zelf gaan doen. Dat het ook best moeilijk is om een aanvraag te doen. We gaan straks ook anders inkopen. Een ander inkoopmodel doen. Dus dat mensen veel minder op basis van prijs maal uur. Dus elk uurtje moet factureren, maar dan veel meer op basis van product gaan inkopen. Dus dat de aanbieder zelf veel meer verantwoordelijk wordt. Waardoor het ook veel gemakkelijker gaat worden voor de aanbieders. Dat ze ook veel minder administratieve lasten gaan krijgen. Dus ik ken de gevallen niet, die het niet willen doen. En we doen er ook alles aan om
de kans daarop ook kleiner te maken. En sterker nog dat ook de aanbieders tevreden worden. Dank u wel voor de beantwoording. Dan gaan we naar de opinierende ronde. En wie wil als eerste de opinie geven? Meneer Veldhuis. Ja, voorzitter, het kan heel erg kort zijn. Wij gaan akkoord met het voorstel wat er ligt. Dank u wel, meneer Rooijakkers, D66. Ook akkoord, voorzitter. Meneer Wildzwang, Partij van Arbeid. Ik ga er toch iets meer woorden aan wijden. En ik begin daarmee met een algemene notie. Regionale samenwerking kan soms niet voldoen aan de wens om kleinschalige lokale verbonden zorg te bieden. En de vraag is dan, wat maakt dat men in de regio kan inschatten wat per gemeente nodig is? Kun je dat niet veel beter zelf regelen? Inkopen bepaalt namelijk voor een groot deel je koers. Dat is een beetje de visie waarmee wij ernaar gekeken hebben. Nou, mooi aan het stuk is het vertrouwen dat geboden wordt aan de organisatie, aan de uitvoerende organisatie. En daar zijn we ook helemaal niet ontevreden over. Onze enige zorg zit hem erin dat als je deze vorm van samenwerking met een enkelvoudig bestuur eens een keer aangaat, dan lijkt dat op dit moment wel prima te zijn. Alleen op de wat langere termijn, daar maken we ons wat zorgen over, over de mogelijke nadelige gevolgen die dit kan hebben. Want het is een woelig veld, dat werd net ook al even gezegd. En als je dan niet kan meebewegen met veranderingen die zich daar voordoen, dan kun je maar zo in de problemen komen. Dus onze zorg zit hem erin dat we ons nu voor lange tijd vastleggen op een terrein waar we niet goed weten hoe zich dat ontwikkelt. Dus wij zouden willen pleiten voor ofwel een... Wij zouden willen pleiten voor wat meer evaluatiemomenten waarop nog eens een keer dit punt aan de orde kan komen hoe we met deze GR willen omgaan. We zullen overigens instemmen met het voorstel, dat even voor alle duidelijkheid. Dank u wel, meneer Wildzwank. Meneer Koetsier, CDA. Dank u, voorzitter. De insteek van het voorstel en de GR, daar staan wij achter als CDF-fractie. Een lichte vorm van samenwerking op bovenlokaal niveau en lokale autonomie. Verder willen we graag één opmerking meegeven. Dat duidt niet zozeer op het voorstel, kwam net wel even aan de orde. En dat is namelijk de vereenvoudiging van regelingen, zodat de jeugdzorg maximaal bereikbaar blijft. Wellicht kan de wethouder dat meenemen richting de GR. Wij zullen instemmen met het voorstel. Dank u. Dank u wel, meneer Koetsier. Meneer Ellebroek, gemeentebelangen. Ja, voorzitter. Ik wil toch nog even van hieruit de mensen bedanken voor de manier waarop de wijzigingen en de aanvullingen naast elkaar zijn gezet. Dat vond ik toch vrij mooi. Dit maakt het voor ons overzichtelijk en duidelijk. Het was goed te lezen. En verder kunnen wij met het voorstel akkoord gaan. Dank u wel, meneer Ellebroek. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Wat ons betreft ook een helder voorstel. En ik sluit aan bij de complimenten die net zijn uitgedeeld. Dit is echt een voorbeeld van hoe je wijzigingen duidelijk aangeeft, zodat wij het duidelijk kunnen volgen. Dus onze dank ervoor. We blijven ook wel een beetje onze zorg houden voor dat onbepaalde tijd. Onbepaalde tijd is erg lang. En we moeten, ja, zeker in een, dat is onbepaald, ik weet het, wethouder. Maar ik sluit wel aan bij dat het inderdaad een terrein is waar nog heel veel op te doen is. We zitten midden in een transformatie. Dus ik zou ook echt wel willen pleiten voor goede evaluatiemomenten waarin we dingen echt kunnen aanpassen. En als laatste punt, dat is misschien niet helemaal hierbij, maar nu gaat het over de BVO. En ik mis wel een beetje als raadslid de informatie vanuit de BVO. Ik zou graag wat meer worden meegenomen met wat nou eigenlijk de komende doelen zijn, waar we mee bezig zijn en wat we gaan doen. Er is ooit, hebben we hier vaker gesproken over hoe houden we het nou meegenomen met de gemeenschappelijke regelingen. Nou, dit is een van die gemeenschappelijke regelingen en we hebben wel eens van die informatiesessies gehad. En ik wou hierbij toch wel vragen of we nog eens weer goed kunnen worden bijgepraat over alles wat daar speelt. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer Uitslag. Er zijn nog twee zaken even aan de orde gekomen. Zorg voor samenwerking op lange termijn, de evaluatie daarin en de info BVO. Kunt u daar nog iets over zeggen? Ja, de evaluatiemomenten en de zorg op lange termijn die daaraan gekoppeld zijn. Het is niet zo dat wij akkoord gaan met 4 jaar en vervolgens met handen voor ogen op de fiets stappen. Ik zit gewoon in bestuur. Dus ik... Mochten we nou ja zeggen, jongens, maar we varen hier echt wel op een schip wat zodanig log is dat het niet bij te sturen is, dan grijpen we in, natuurlijk. Er zijn allemaal bestuurders aan tafel die ook zelf gaan ondervinden, als eerste waarschijnlijk,
als het schip niet op koers blijft liggen, dus niet wendbaar genoeg is. En dan denk ik dat er wel degelijk ingegrepen wordt en niet eerst braaf gewacht op een evaluatiemoment. Ik ken mijn collega's inmiddels goed genoeg. De oproep om de vereenvoudiging van regelingen, helemaal mee eens. Dat zou ook mijn oproep kunnen zijn. Voor wat betreft de informatie van de BVO, dat vind ik wel even een spannende. Omdat we informeren u via de halfjaarrapportages over waar we heen gaan. We hebben hier in de raad over governance afgesproken. Dat de uitvoering echt bij het college ligt en dat u de kaders meegeeft. En dit zit eigenlijk een beetje te veel in de uitvoering om hier in de raad te gaan bespreken welke probleempjes er zijn in de uitvoering enzovoort. En voor de rest is het echt een uitvoeringsclub. Echt een uitvoeringsclub. Een GGD zou ik veel eerder nog kunnen voorstellen dat we daar met ontwikkelingen en met trends enzovoort over spreken gaan. Deze inkoopclub zou ik daar als echt uitvoerende club wel minder geschikt voor achten. Dus ook de halfjaarrapportages of hoe die er ook uitkomen te zien, veel beter instrument vinden om daarover te spreken. Maar ik denk dat ik in lijn met de vastgestelde nota verbonden partijen antwoord. Als ik denk dat het spreken over de bedrijfsvoering van de BVO, dat het niet in deze raad zou kunnen thuishoren. Zou ik reageren, voorzitter? Ja, mevrouw Lasje. Ik wil ook helemaal niet meer met op de details van de uitvoering bemoeien. Dus misschien gaat het niet zozeer over de BVO. Daar zit ik even naar te zoeken. Toen het ging over verbonden partijen, ging het ook over de raad meenemen in de hele cyclus van een begroting en een verantwoording en hoe het allemaal verder gaat. Dus ik zit eventjes te denken, en dat is de achtergrond van mijn vraag, van worden wij daarin voldoende meegenomen? Maar misschien is dit dan juist het verkeerde voorbeeld als het gaat om de BVO. En moet ik die vraag dan bij iets anders neerleggen? Maar ik hoop dat u begrijpt wat een beetje mijn achtergrond is van. We hebben gezegd, we willen gewoon wel graag gewoon geïnformeerd worden, mee mogen denken aan het begin, hè? Aan de voorpunten, aan de voorkanten, niet aan het eind als alles in kan en kruik is. Dat is de achtergrond van mijn vraag, even ter verduidelijking. Ja, we proberen, als het mag, voorzitter, zoveel mogelijk aan te sluiten bij de planning- en controlecyclus van onze gemeente. Dus daarbij vindt u al die documenten ook weer terug. Dus het is daarin verwerkt. Juist om te voorkomen dat we hier op verschillende momenten over verschillende begrotingen aan het praten zijn. Dus daar makkelijk toe te zeggen. Voor wat betreft ontwikkelingen op de inhoud. Het is goed om daar eens een keer van zoveel tijd met elkaar van gedachten te wisselen. Ik geloof zelfs dat vanuit de GGD binnenkort nog een brief naar uw raad komt, of misschien zelfs al is, over ontwikkelingen die eraan zitten te komen. Dus in zoverre proberen we u op inhoud zeker mee te nemen, maar op de uitvoering wat minder. Omdat we juist als college misschien wat wendbaarder zijn en daar wat strakker op kunnen acteren. Dank u wel voor deze beantwoording, wethouder. En daarmee kan ik concluderen dat in algemeen alle stemmen iedereen akkoord is en dat dit ook als hamerstuk naar de raad van eind deze maand kan. Agenda punt 7 van de agenda. Voorbereiding vangnetuitkering 2017. Verantwoordelijk wethouders de heer Uitslag en de heer Van Leeuwen. Voorbereidend besluitvormers zijn beide nog aanwezig. De vangnetuitkering biedt gemeente financiële compensatie voor grotere tekorten op het budget als bedoeld in artikel 69 van de participatiewet. Het college is voornemens om over 2017 een beroep te doen op de vangnetuitkering. Een procedurele voorwaarde daarvoor is de betrokkenheid van de raad. Dit wordt beschreven in de notitie bij dit stuk. En daarbij staan ook de maatregelen die het college zal nemen. Het is niet de bedoeling om vanavond uitgebreid over deze maatregelen te spreken. In november 2016 is het project reïntegratieplan nog in de raadscommissie besproken. In twee ronden, informerend, openierend en wie mag ik als eerste in informerende ronde het woord geven? Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. U zegt net dat het projectplan is nog niet zo lang geleden besproken. Het is bijgevoegd, dus het verleidt toch wel naar wat vragen. Die wil ik stellen en is dat niet op zijn plaats, dan hoor ik het ook wel.
Het huidige projectplan reïntegratie 2017 dateert van 2016 en is op de cijfers van 2016 gebaseerd. In dat jaar hadden we als Nederlandse gemeente te maken met een verhoogde toestroom van statushouders ten gevolge van de grote instroom van vluchtelingen. En dat heeft zich toch weer wat gekeerd. Dus wij vragen ons af wanneer dit plan een update krijgt. En in het verlengde daarvan worden de twee termen gehanteerd. Is maar een kleine opmerking hoor, maar vergunninghouders, statushouders. Misschien handig om één term te gebruiken. De transitie van het sociaal domein waar de participatiewet... Dat is de tweede vraag overigens. Transitie van het sociaal domein waar de participatiewet onder valt vraagt om maatwerk en de cliënt centraal. Participatiewet daarentegen werkt met strakke kaders en wetten waarbij juridische aspect ook een grote rol speelt. Hoe gaat de gemeente Dalfsen met deze strijdigheid om? En dan de term werkfit. We hebben het in de fractie over gehad en we kunnen er wel wat bij bedenken, maar het is toch een relatief begrip. En we zouden wel wat nadere duiding van deze term willen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kappert. Ik kijk even verder, meneer. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ik heb één vraag. We begrijpen dat het lastig is om grip te krijgen op die buigenbudgetten, omdat het vaak gaat om externe oorzaken en invloeden. Maar als wij een beetje rondkijken hoe dat bij andere gemeentes gaat die in dezelfde situatie zitten, dan komen we nog wel eens tegen dat ze grip proberen te krijgen met bepaalde benchmarks. Voorbeeld van is de Divosa benchmark die ik tegenkwam, maar voor hetzelfde geld kunnen het andere benchmarks zijn. Die gebruikt worden als hulpmiddel om de eigen prestaties in kaart te brengen en te vergelijken met de prestaties van andere gemeentes. En mijn vraag is, doet Dalfsen dit ook? En zo niet, zou het dan mogelijk zijn om te onderzoeken of we hier op deze manier toch beter grip misschien erop kunnen krijgen? Tot zover. Dank u wel, meneer Veldhuis. Kijk even verder. Meneer Royak, ja, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over het verdeelmodel. Zodat je van tevoren kunt inschatten waar je recht op hebt. Dat staat hierin. Het is zodanig ingewikkeld dat niet direct kan worden aangegeven waar de verdeelstoornis voor Dalfsen zit. Dat niet direct kan, dat snap ik, want soms moet je er ergens over nadenken. Maar is dat dan ook de moeite waard om te doen? Of doen we gewoon een aanvraag en dan horen we wel wat we krijgen? We hebben soms ervaring met overheidscalculaties, of het nou de milieueffectrapportage betreft of andere dingen, dat het soms nuttig kan zijn om de berekening te snappen. Dank u wel, meneer Royakkers. Even kijken, nog verdere vragen? Nee. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u, voorzitter. We hebben een aantal vragen die een beetje op hetzelfde neerkomen. En dat gaat over wat mijn buurvrouw ook al zei, over dat reïntegratieplan. En ik ben eigenlijk benieuwd hoe het daarmee staat. En doen we genoeg aan de voorkant om mensen naar werk te begeleiden? En kunnen we nog meer doen als gemeente? En wat doen we als gemeente zelf? Hebben wij zelf mensen in dienst? En welke werkplekken maken we zelf? Dus dat is, ik ben benieuwd naar dat stukje. Omdat het plan nu toch... dat was mijn vraag, laat ik maar stoppen. Ja, ik wil toch nog even opmerken dat het hier puur ter behandeling ligt... voor de vangnetuitkering en dat het project reïntegratieplan erachter zit om te laten zien dat wij als raad daar al over gesproken hebben en waarmee het college uit de voeten kan richting het Rijk. Maar welke wethouder mag ik het woord geven? Meneer Van Leeuwen. Nou, voorzitter, fijn dat u dat even memoreert, want ik had het idee dat ik in een andere vergadering terecht was gekomen. Het gaat hier puur om een technische zaak, namelijk het aanvragen van buiggelden, zodat we een tegemoetkoming krijgen. Daar zit een berekening onder en die berekening is door mij te begrijpen, dus ik vermoed dat u hem ook begrijpt. Ik zal even nagaan of daar een schatting gemaakt kan worden, want dat moet volgens mij mogelijk zijn. Overigens, de gelden voor 2016 die we aangevraagd hebben vorig jaar, daarvan is inmiddels een toewijzing. Het geld is nog niet binnen, maar er is wel een toewijzing. Dus meneer Royakkers, ik ga dat even voor u na of wij dat kunnen berekenen.
En het reïntegratieplan, mevrouw Lasje, is 1 januari jongstleden ingetreden. Tot nog toe zijn we tevreden, maar ik vind het op dit moment veel te vroeg om daarover uitgebreid in gesprek te gaan. Ja, we hebben mensen in dienst. Ja, we zetten allerlei mensen in dienst. Er was net een bericht, ik meen op Dalfsen net, dat we een fors aantal mensen in taalstages hebben weten te brengen. Maar we doen meer dan dat. Maar u wordt daarover gerapporteerd in de reguliere halfjaarsrapportage van het sociaal domein. Strijdigheid van maatwerk versus regels. We moeten natuurlijk met regels werken. Die worden van de overheid worden ons opgelegd. Maar wij proberen daar wel op een soepele manier mee om te gaan. Want het is belangrijk dat de persoon in kwestie waar het om gaat, dat die geholpen wordt. En dan ga je maar even een keertje ietsjes langs het regeltje. Dat is niet zo dat we daar heel strikt de hand aan houden. Als we het enigszins kunnen plooien om iemand ergens aan het werk te hebben, of om een stage te hebben, of een werkervaringsplek, of om ze werk fit te krijgen, om een term te gebruiken die heel moeilijk te vangen is, dan zullen we het niet nalaten. Maar werkfitheid, dat slaat vooral op mensen die langere tijd, en dan praat ik echt over jaren, bij huis hebben gelopen, om wat voor reden dan ook, dan ben je niet zomaar 's morgens om 8 uur bij je baas. Uw voorzitter kan daarover meepraten. Niet dat hij niet op tijd is, maar hij kent legio voorbeelden. Ik hoop dat het zo voldoende beantwoord is, voorzitter. Maar het gaat puur om een technische zaak dat u als raad kennis neemt van de notitie en ons opdracht verstrekt om die gelden aan te gaan vragen. Dank u wel voor de beantwoording, wethouder. Ik denk dat ik naar de opinierende ronde mag. En wie mag daar als eerst, of wie doet dat aftrap, mevrouw Lasje? Ja, laat ik dan die aftrap ook maar doen. Bedankt voor de informatie die de wethouder dan toch nog gegeven heeft. En wij kunnen prima instemmen, we ondersteunen deze aanvraag. Dank u wel. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Ik sluit me hier volledig bij aan. Dank u wel. Mevrouw Schiphols, CDA. CDA-fractie stemt ook in met de maatregelen die beoogd zijn en met het voorstel. Dank u wel. Meneer Wulfsvang, Partij van de Arbeid. We stemmen graag in met het voorstel. Dank u wel, meneer Royakkers, D66. Het lijkt dat een appeltje eitje is, voorzitter, want de raad moet instemmen sowieso om in aanmerking te komen voor het ontvangen van die uitkering. En dat willen we natuurlijk allemaal graag, dus wij stemmen ook in. Dank u wel, meneer Royakkers. Meneer Veldhuis, VVD. Ja, wij kunnen ook instemmen met het voorstel. Kort maar krachtig, dank u wel allen. Dan hebben we dus hiermee dus agenda punt 7 ook afgehandeld en kan dit ook als hamerstuk naar de raad. En hebben we volgens mij alle vier te voorbereidende besluitvormende agendastukken van vanavond als hamerstuk naar de raad toe. Dat is mooi. En dan gaan we verder met punt 8 van de agenda. Bijna 10:30, overige agendapunten, vaststellen besluitenlijst, de data 9 oktober 2016, bent u daarmee akkoord? Geen opmerkingen, 16 oktober 2016 of 17, geen opmerkingen. Dan sluit ik bij deze om 2 minuten over 10:30 de vergadering en wens u nog een prettige avond.